Ja, zijn we weer. Zeker. Op vrijdag. Ik had zo ontzettend graag willen zeggen van het een heerlijke, zonnige, warme vrijdag. Maar wat de fuck is het met het weer de laatste tijd? Het regent gewoon weer de hele dag. Maar? Ja, ja morgen. Ja. Morgen loop ik in mijn tangenstreng buiten. Dat denk ik ook, ja. Het wordt 24 graden, maar ik ben zo bang dat het ook weer gaat regenen dan. Ik vertrouw het niet. Ongetwijfeld, het blijft Nederland, dus... Vertrouw het helemaal niet meer. Welkom bij einde van de week vrijdag. En nu zit je misschien een beetje te kijken, denken van oké, twee man. Dat is een beetje een magere opkomst. Dat heeft zo zijn redenen. Er zijn namelijk heel veel mensen in het buitenland bijvoorbeeld. Mexico, Japan. Oeganda. dan hebben we ook nog een dame die bijvoorbeeld op dit moment... On location is. In Tamriel. In Tamriel, inderdaad, op het ESO 10 Years event. Maar we zijn natuurlijk GameKings en dat betekent dat wij ook live verbinding gaan maken met straks als eerste, ik denk dat het Tokio is, maar het zou ook zomaar Osaka kunnen zijn. Ik ben er in ieder geval niet. Jij bent er in ieder geval niet. Daar zit namelijk Jasper, of hij ligt volgens mij een beetje. Dat gaan we zo zien, dus we gaan straks... Ja, ik heb wel wat sneak peekjes net gezien. Ja, precies. Inderdaad, ja. De verbinding is tot stand gebracht, dus dat moet lukken. En dan aan het eind van de uitzending, ik denk zo 3:15, gaan we naar halfweg. Het van Tokio, de megalomane superstad, gaan we naar misschien wel een van de terugste plekjes in Nederland, halfweg. Dat je niet eens een serieuze naam krijgt als stad, maar gewoon oké, het is Amsterdam, Haarlem, het is halfweg, we noemen het halfweg. Hij is dan op het ESO-evenement en dan gaan we daar ook nog even kijken. Hey, voordat wij straks gaan schakelen naar Jasper, zou ik nog heel even willen vragen, kunnen we de chat op die tv hebben, zodat als we straks gaan bellen met Jasper en wellicht Daan, dat we ook gewoon de chat in beeld kunnen blijven zien. Want anders is dat nu weg. Dat zou kunnen. Ik ga even kijken of dat lukt. Ja, als het niet lukt, dan lukt het want niet. Want één stagiair is natuurlijk ook weer mee met Daan om te filmen. Precies. En anders houden we het op deze manier. Verder rest hebben we natuurlijk gewoon een hele normale, fijne einde van de week. Vrijdag, er valt weer genoeg te babbelen. Aantal leuke dingen, aantal maffe dingen, aantal dingen waar wel discussie over kan bestaan. En als we het halen, ik weet het gewoon allemaal niet, want we hebben heel veel te doen. Dan heb ik ook nog wat cool en serious uncool verzameld. Dit keer wel. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Dit is alleen de YouTube chat. Allebei samen. Nu moeten we allebei samen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want ik wil eigenlijk gaan proberen of we kunnen overschakelen naar Tokio. Helemaal naar Tokio. Helemaal naar Japan in ieder geval. Naar Japan in ieder geval. En kijken of wij dan Jasper in beeld kunnen krijgen. En wat dat betreft van... Onze regie moet nu 5 dingen tegelijk doen. Nou, we hebben in ieder geval nu de chat op 1 van de schermen. Ja. Dus dat is prima. Dus nu willen we eigenlijk eventjes een verbinding krijgen met Jasper. Is dat gelukt? Hebben wij Jasper in beeld? Want Jasper is al volgens mij al een klein weekje onderweg. Daar is hij hoor. Konnichiwa. Ah ja. Jasper San. Oh man. Hey. Dit is cultural appropriation. Je wordt nu gecanceld. Dat doet hij gewoon hoor. Nee, ik had hem voor de... Kijk, ook nog een Asa. Je drinkt toch geen alcohol? Dit is een non-alcohol biertje of... Oh, zero. Zero. Kijk, Koos heeft hier de westerse versie, namelijk de Amstel. ik zit hier met deze, dus ja. We zaten net even wat te grappen met Jasper. Toen we de verbinding aan het checken waren van... dude, je bent in Japan en ik denk dat je het meest generieke achtergrondje aller tijden hebt. Van dit had inderdaad ook zo Zaandam, Groningen, Haren kunnen zijn. Ja, hij is helemaal niet in Japan. Ik weet het niet. Ik bedoel, kun je een klein rondblikje in jou... Maar dit is jouw mansion daar? Ja, ik kan je wel even een kleine rondkijk geven. Ik had nog wel een heel Japans, een soort, het heet een tenugui volgens mij. Dat is echt ultra Japans Mount Fuji doekje, maar we hebben geen punaises. En ik ben bang als ik hier een punaise in de muur druk, dat er een oude baas hier met een kendo stick mij gaat bewerken. Maar, is ook content, hè? Is ook content. Ik zit hier met een maat van, want die zit lekker op zijn stierdekje. Yo, what's up? Het is een zwijnenstal hier, jongen. Er ligt hier Japanse mix. Kijk, er ligt hier nog meer Japanse mix. Er ligt hier, wat is het? Zeg jij het maar. Een boon met een bril.
Maar dit is echt de meest shabby hostel wat we hebben geboekt tot dusver. Het is echt een soort van afwerkplek, ziet het eruit. Hey, maar je kan er gewoon lekker slapen. Maar hoeveel betaal je nou voor zoiets? Want we horen altijd dat Japan natuurlijk heel erg duur is. Nou, dat valt me mee. We betalen €40 per nacht. En er zit ook, eigenlijk moet ik even naar de badkamer. Ik ga even weer naar de badkamer. Neem ons mee naar de badkamer. Dat is echt het meest smerige hok ooit, jongen. Overal schimmel en damp. Oh my onsen. God. Even kijken hoor. Gaan we even op tournee. Kijk, die moet ook overal slippers aan hier. Kijk. Zo. Zitten hier wel wat Franse mensen waarschijnlijk. Dus die mag je ook nog even zwaaien. Mooi tegen zeggen. Oh, oké. Okay. Kijk. Het is niet eens dat je een privéruimte hebt. Ik zal even bewijzen dat ik niet in Zaandam ben trouwens. We zijn nu in Matsumoto. Ja, dat zie je meteen. Oh, ja, nee. Ik zie die kleine autootjes inderdaad. Ja, die stond van de week hier ook voor de deur. Ja, dat is waar. Steven heeft er ook een. Kijk, hier de jasjes, die krijg je er gratis bij. Hè? Maar ik zal even kijken of ik het kan laten zien. Hè. Het is echt ongelooflijk. Bonjour. Bonjour. Nou ja, kijk, dat, bonsoir. Oh, hij is bezet. Oh, dat is jammer. Nou ja, wees maar blij. Dat kan ik niet zien. Het is een soort van... een badkuip, maar het... Oh ja. Nee, wacht, je moet dit toilet zien. Dit is echt niet normaal. High-tech. Je komt hier binnen en dat ding begint direct naar je te sissen en te doen. Kijk hoor. Oh, maar dit is sick, toch? Hey! Zit er nou gewoon backlight aan de onderkant op je anus? Ja, je hebt backlight op je anus. Maar er zit nog een gat in de vloer. Dus ik vermoed dat je daar ook doorheen kan plassen. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar er zit een gat daar. Iemand heeft zijn Prins Albert laten vallen. Dan moet je dus hier je slippers uitdoen. Dat is hoe dat gaat. En dan doe je deze aan. Hai. En je mag ook... Oh, ik viel bijna het gat. En je moet ook alles hiermee bedienen, zeg maar. Dus zo. Nou ja, je kan allemaal dingen laten doen die waarin je niet kwijt bent. Je masseert echt je prostaat als je lang genoeg doordrukt. Het is echt ongelooflijk. Ik begrijp niet waarom de Japanners zo pimp gaan altijd op hun toiletten. Ja. Ja, ik snap het ook niet. Het is aan mij niet besteed, maar... als je de billetjes moet poetsen, dat moet dus met de handjes daar. Want er is geen wc-papier, toch? Jawel. Oh, oké. Ja, we gebruiken het niet, maar dat is er wel. Ja. Oké. wel met je linkerhand, hè? Ja. Nee, ik doe het met mijn hiel. Ik ben heel lenig. Ja, oké. Akkoord. Hey, je bent nu volgens mij een klein weekje in Japan. Wat heb je de afgelopen dagen allemaal gedaan? Ik ben er al wel wat langer, joh. We zijn volgens mij nu al 2 weken onderweg. Maar we zijn begonnen in Osaka. Dat was echt heel vet, ook heel heftig. Het is een hele intense stad met hele vette arcadehallen. Dus daar zijn we zeker even doorheen gegaan. Oh ja, de Super Potato, dat is een retro game store. Ja, dat was ook wel echt, daar krijg je wel een bobbel van in de broek. En toen zijn we naar Kyoto gegaan. Ja, dat was tering toeristisch. Daar heb ik meer Amerikanen gezien dan Japanners. Dus dat vond ik niet zo vet. Maar wat wel heel vet was, en Koos, dit vind jij ook sick. Shigeru Miyamoto, die heeft Star Fox dus ontwikkeld. Nadat hij geïnspireerd raakte bij zo'n shrine, zeg maar, in Kyoto. En ik ben door die shrine heen gelopen. En dat is met die poortjes, weet je wel. Waar je in Star Fox moet je ook door van die poorten heen vliegen. Voor extra leven. Zeker. Dat is gebaseerd op die shrine. Dus dat was wel een soort van nerd moment. Maar we kunnen wel eerlijk zijn dat Miyamoto flink aan de druk zit, toch? De inspiratie die hij overal vandaan haalt. Pikmin. En we zijn naar het hoofdkantoor van Nintendo gewandeld in Kyoto. Wat echt heel episch is, omdat ik weet dat in dat gebouw, zeg maar, zijn gewoon dingen gemaakt die mijn jeugd hebben gekleurd. Dus toen stonden er ook een paar boys met een Nintendo jasje voor de toko. En toen probeerde ik in het Japans te zeggen dat hij een coole jas had. Maar ik zei per ongeluk, Kakoi Koto Desuka. Dat betekent, heb je een mooie jas? En toen keek hij heel awkward naar mij en toen dacht ik voor. En ik heb de tuinman van Nintendo begroet, dus dat voelde wel echt als een dag die ik niet kon vergeten. Heb je tegen hem ook gezegd dat hij een mooi jasje had? Nee, die had niet zo'n mooi jasje. Nee. Maar Bergen gewandeld. Oh ja, tering. Ja, je vergeet het ook al snel.
Ja, ja, we zijn nu in Matsumoto. Matsumoto is een beetje een ja, groezelig bergdorp. Maar met een hele vette arcadehal waar ze 4 van die Mario Kart kasten hebben. Dat is echt fantastisch. Maar sowieso, het land is echt geniaal. Gewoon wat je hier kan vreten is echt niet normaal. Wij zitten gewoon elke dag curryrijst, ramen, gewoon elke dag uit eten. En het is helemaal niet zo duur, want de yen staat best wel zwak tegenover de euro. Mm-hmm. Dus ja, de conversierate is helemaal niet zo ongunstig. Dus ja, wij doen ons te goed aan allerhande troep hier. Maar je dan ook een zeecontainer terugsturen vol met retro gaming stuff? Nou, deze jongeman, die gaat eerder weg. Die gaat over een weekje al weg. Ja. Nee, 10 dagen. En trouwens, het is wel mooi, die is nu Yakuza aan het spelen. Ja, hij moet er wel in stijl, hè? Ja, dus zelfs als we niet op straat zijn, zijn we nog door. We zijn er geweest, hè? Ja, we zijn daar geweest. Dus in de maar hij gaat een rolkoffertje gaan we halen in Tokio. En die stampen we helemaal vol met obscure Japanse meuk. Dus netjes. Dat is wel, wel het doel. Ja. Dit gedeelte van jouw trip was ook een beetje een gaming bedevaart. Toch? Je gaat daarna nog naar andere landen toe, maar je wilde in Japan natuurlijk Japan zien, maar ook het gaming gedeelte, de nerd stuff. Ja, zeker. En die arcadehallen zijn gewoon super vet hier. Het is ook heel maf om te zien hoe die cultuur verwoven is met die arcades. Want gisteren zaten wij in die arcade en toen kwam er gewoon een guy uit zijn werk met een modder nog onder zijn schoenen. Die zat gewoon met van die baggerlaars, daar zat hij gewoon bommen mee te spelen. Ja, en even later zie je hem weglopen uit het winkelcentrum, overal modder achter hem aan en dan poetst iemand het heel driftig achter hem weg. Het is de wereld op zijn kop. En ook we hadden zo'n soort eindbaas gevonden die al die grijpkraantjes helemaal had uitgespeeld. Die liep echt met een plunjezak vol met knuffels en dingen en die had het helemaal door, zeg maar. Die leefde in die arcade. Het was echt een soort van dungeon boss was dat. Yeah. Ja, dat zijn echt mooie dingen. Maar ik heb besloten om langer in Japan te blijven. Want ik vind het hier zo gruwelijk dat ik nog een maand hier wil blijven. Yeah. Het gaat veel te snel. Dus, wat is er dan? Dus ik ben nog nooit in Azië geweest. Het trekt mij gewoon wat minder. Ik ben al Amerikaans, westers ingesteld met basketbal, honkbal, dat soort dingen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat was ik ook. Ik ben ook mijn hele leven nog nooit naar Azië geweest. Dat is echt puur gekomen door Game Kings. En ik zou nu zelf zeggen, ik prefereer Azië. Nee, dat is het. Van wat is er dan zo vet aan Japan? Ja, weet je wat heel vet is? Bepaalde dingen hier die zijn gewoon zo goed uitgedacht. En alles is zo goed geregeld hier. Het is bijvoorbeeld heel schoon. Weet je, Nederlanders flikkeren hun shit op straat. Weet je, nou, dat vind ik heel irritant. In Japan is het echt flawless. Nergens zie je troep. En een van de meest briljante dingen was dat ik in een supermarkt was. En in Nederland is het altijd haast. Weet je, dan sta je bij de Lidl en dan vallen je boodschappen van de lopende band af. Omdat ze echt pliep, pliep, pliep. Hier bij de supermarkt, die vrouw die zet letterlijk, die pakt een tasje en die zet mijn spullen erin. En dat gaat zo fucking zen. Dat is echt gewoon Tetris. Zo Tetris, ja, precies. En, maar gewoon heel rustig. En nou ja, en dan krijg je je tasje mee. En dat moet gewoon rustig. Ze gaan niet haasten. Ja, natuurlijk is het ook een paradox, want het land is natuurlijk ook echt super high speed. En er zijn gewoon een aantal dingen die me ook nog bij zijn gebleven. Zoals bijvoorbeeld een toilet, waarin bovenop de spoelbak zit een kraan. Dus het water, zeg maar, wat normaal gesproken in Nederland in die spoelbak, daar gaat dat water dan in, zodat je kan doorspoelen. In Japan zit daar bovenop nog een kraantje en de zeep daarnaast. Dus als jij doorspoelt, hoef je alleen maar je handen om de kraan te houden. Dus hoe verzin je die shit? Briljant. Het is handig, ja. Maar heb je dan ook contact met Japanners? Want dat vind ik altijd makkelijk in het Westen. Zeker als je landgenoten, maar ook Engelsen, Amerikanen, waar je ze ook tegenkomt, weet je, Europeanen vooral. Je hebt heel snel contact, weet je wel, met ze. Omdat je een beetje op hetzelfde level bent, dezelfde manier van uit hebt. Hoe is dat dan in Japan? Heb je echt, ik wil niet zeggen vrienden voor het leven, maar als je in een arcade, heb je dan contact met mensen? Of is het allemaal toch wel heel erg afstandelijk? Nou, dat is wel een andere wereld, ja, dat merk je wel. En ik ben hier dus met Ammer, die vriend van mij die naast me zit te gamen nu. Hij heeft in Japan gewoond toen hij 16, 17 was. Okay. Zijn Japans is best wel goed, dus hij kan nog wel wat Japans aanknopen. En ja, ik ben wel elke dag aan het leren, zeg maar, om Japans te spreken. Ik vind dat heel tof en ja, ik kan wel een beetje dingen zeggen. Yeah. Zoals vandaag zaten we in een curryrijstentje en toen zei ik tegen die gozer van, ik heb je een review gegeven en ik vond het fucking lekker.
Maar dan zegt hij iets terug en dan denk ik, ja, ik weet niet of hij me nou de uitvol schelde of ik dankjewel zeg. Het klonk vriendelijk, maar... Ja, Duolingo, dus, jongen, Duolingo. Ja, ja, ik zit er, ik word er helemaal net gek van die app. Ik doe niet anders, man. De hele dag door. Dat vinden ze toch altijd ook fucking weird als een blanke opeens Japans gaat praten? Ja, nee, dat is wel grappig, want met Amr is het natuurlijk wel komisch, want hij, nou ja, weet je, de hele tijd dan zegt hij dingen en dan zeggen ze, ik bedoel, hoe vaak heb je dat al gezegd? Van, ja, dat je zegt van, dan zeggen ze tegen jou van, hoezo spreek jij Japans? Opa's gaan helemaal uit hun dak, man. Dat is echt zo gaaf. Ja. Het is voor mij ook weer na 25 jaar ook echt te gek om hier weer te zijn en vooral ja, met zo'n goede vriend als Jasper, deze ervaring te delen, ja, dat is zo episch. Ja, ja dus er wordt heel veel, hij spreekt heel veel Japans en zo kwamen dus gisteren ook een oude opa tegen die begon tegen ons aan te lullen. En ik verstond er niks van. Maar dat was blijkbaar een illustrator. Dus die gaf ons gewoon ineens gratis allemaal kaartjes. Die hij had getekend van het kasteel hier in Matsumoto waar we zitten. Okay. Dat was super epic. Ja. Even een fotootje. Want de Nederlanders staan er ook goed op in Japan. Dus ja. Dat is ook wel mooi. Ja, weet je, Japanners zijn heel vriendelijk. Maar je moet het soms wel een beetje eruit sleuren. En ik ga over een week naar Tokio. En ik heb dus een paar jaar geleden had ik een bescheiden hitje op SoundCloud. En daar heeft een Japanse zo'n poplock dansdude, die heeft daar een keer een soort video op gemaakt. Ik had hem een bericht gestuurd. Ik zei, ik ga naar Tokio toe. En toen zei hij van, ja, je kan wel DJ'en op een feest in Shibuya. Dus ik ga 12 april daar, of 13 april daar DJ'en. Okay. En die gasten kunnen ook allemaal best wel goed Engels. Hè? Ja. Ja, want straks ben je natuurlijk je bent nu met z'n tweeën, dus dan heb je altijd nog wel iemand om mee te babbelen. Maar straks ben je eentje, dan moet je wel. Dan... Ja, maar je hoort het al, straks is hij Big in Japan hij is big en in Japan, hij gaat nooit meer weg. Nee. Ja, over Big in Japan gesproken trouwens. Weet je wat echt een mythe is waar ik echt op terug ben gekomen? Ik ben sowieso niet heel erg lang of zo, maar bedoel, Japanners zijn echt geen kleine mensen. Er lopen hier echt wel gewoon gasten rond van 1,90 meter en 1,85 meter. Ik snap dat het vanuit jouw perspectief al snel zo lijkt. Ja. Maar ze zijn niet breed, volgens mij. Nee. Nee, ja, ook niet echt. Nee, nee precies. Nou, dan kan ik er nog wel. Dan kan ik tenminste nog wat opzienbaren misschien. Als ik naar Japan toe ga. Ze zijn heel erg met K1 en dat soort dingen. Dat vinden ze echt super heftig, inderdaad. Grote worstelaars natuurlijk. Sumo, ja, dat soort shit. Ook wel, want grijze baden hebben ze daar ook niet. Het is allemaal zwart. Ja. Ja, precies, man. Hey, maar goed, ik ga dus in ieder geval in Tokio, ja, daar ga ik dus wel een groep Engels sprekende Japanners ontmoeten. En ik heb dus ook mijn muziekapparatuur mee, mijn keyboardje en mijn laptop. Dus ik ben lekker beats aan het maken hier. En er zit daar een gast die rapt. Nou, ik ben heel benieuwd, weet je. Misschien ga ik wel een track maken met die Japanse dudes. En dat zijn ook hele toffe lui. En in Tokio ken ik sowieso wel wat meer mensen. Dus dat wordt denk ik wel een beetje de springplank voor nog een maand in Japan blijven. Want ik heb hier echt nog veel te veel te zien. Ja. Oké. Okay. Hey, tof man. Nou ja, goed. Ik ga sowieso met jou even contact houden. Want jij zei, ik heb nog allemaal wat video's gemaakt. Het is om ze nu ook hier te laten zien, is een beetje lastig. Ik ga met jou kijken of we misschien een apart videootje online kunnen zetten van jouw belevenissen in Japan. Het geeft ons alleen maar nog meer redenen om hopelijk naar de Tokyo Game Show te kunnen gaan. Ja, daar ga jij niet meer mee, want jij bent al genoeg in Japan geweest. Dus of je kan juist er gaan gidsen. Ja. Wie weet praat je dan wel Japans, ja. Ja. Hey, top man. Ik zou zeggen, speel nog lekker op de Steam Deck of ga slapen. Ik weet het allemaal niet. Het is 9 uur daar, 9:30. Ja, het is 9:30. 9:30, ja. Nee. We gaan morgen, als het goed is, een berg proberen te beklimmen. Dus dat, daar moeten we even flink voor gaan slapen. Dus, kijk. Ga je daar Formule 1 kijken? Gaan we maar doen. Ja, Suzuka, toch? Ja, ik wou net zeggen, dat is dit weekend, Suzuka. Ja, misschien is dat... Ik weet niet, het leeft volgens mij niet echt hier. Ik heb nog niemand over gezien. Nee. Jammer. Ja, dat rijden wel... Ja, je hebt die ene kaart. Ja, Yuki Tsunoda. Ja, en er reed er ook eentje mee. Die mocht alleen voor Ricardo één keer invallen. Maar het zou best kunnen. Dat weet ik. En playoffs NBA, die gaan ook binnenkort beginnen. Dus dat hou je natuurlijk ook allemaal netjes bij. March Madness is natuurlijk vol bezig. Ja, nee, dat is wel fijn. Je hebt overal goed internet hier. En ik kan ook heel makkelijk... Ik bedoel, het is 2024, weet je. Je video belt. Ik bedoel, check wat we aan het doen zijn. We video bellen live in een stream die op YouTube wordt gestreamd. Die mensen misschien ook alweer in het buitenland live... Ik bedoel, de wereld is zo connected. En het zikke is, te missen, zeg maar. Het gaat flawless. Ja. Dat is jaren geleden wel eens anders geweest. Nee, precies. De vertraging valt nog wel mee, inderdaad, ja. Dat is... Ja.
Super nice. Hey, wij gaan verder even met de show. Want wij moeten ook richting Daan straks om 3:15. Anders lopen we dat mis. Hey, tof dat je er even bij was. En we gaan ongetwijfeld jou nog wel een keertje contacten als je ergens anders in Japan bent. Of misschien in Tokio. Ik wil wel weten of je nou fucking gedj'd hebt daar. Dat vind ik wel een avontuur. Ja, ik zal even wat filmpjes maken. En ik wil trouwens nog even één ding mededelen wat ik wel heel grappig vind. De Japanse mix is gewoon lekkerder in Nederland dan in Japan. Het is echt bizar. Omdat dat geen Japanse mix is. We noemen het gewoon Japanse mix. Heb ik nog even een dingetje? Dus ja? Heb ik nog even een dingetje wat ik jullie wil mededelen? Daar heb ik nog even iemand voor nodig. Oké, ben je er klaar voor? Oké. Ding, 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 ding. Ichi. Yo! Ik heb ook dat die in het theater hier. Heren, het was mijn genoegen. Yes. Oké, man. Later, Pip. We zien je later weer. Yo. Top. Ciao. Ja, nee. Sayonara. Ja, het is altijd levensgevaarlijk tegenwoordig, wat je tegenwoordig allemaal nog kan zeggen natuurlijk allemaal. Hè? Maar ja, goed jongens, kom op man. Het komt uit een goed hart. En je ziet gewoon het respect voor de Japanse cultuur is gigantisch groot. En dan moet er af en toe ook gewoon een grapje. Een bewondering vooral ook. Exact. Ja, ik denk dat we er een hoop van kunnen leren van Japanners en Azië sowieso. Als buitengewoon verwende en soms hoogst irritante westerlingen. Dus dat mooi. Maar nu heeft Koos nog meer zin om naar Japan te gaan. Ja, nou dat kon dan niet meer hoor. Dat kon dan niet meer dan dat was. Kon al niet meer dat. Nee. Goed, wij gaan nu ook eventjes een gewoon gedeelte doen van einde van de week. Aan het eind dus zo rond 3:15. Dat is over een kleine 3 kwartier. Dan gaan we naar halfweg toe. Daar is Daan op dit moment ook wat aan het opnemen voor het ESO-evenement. Daar gaan we een item over maken. Dat komt volgende week op de website. En maak even promo voor je geweldige interview op de website. Ja, nee, absoluut. Check even het interview. Ik heb toevallig een paar interviews gedaan gisteren. Maar de eerste was met Paul Deetman van KOKEN Interactive. Je weet wel, het bedrijf, het Nederlandse bedrijf wat mensen moest ontslaan. Echt op het randje van ondergang zit. En een do-or-die poging gedaan met een video en naar de GDC geweest. Hij vertelt zeer openhartig wat er allemaal gebeurd is, waar de kansen zijn en waarom het fout is gegaan. En ook legt ook de schuld gelukkig niet alleen maar bij de economie, maar ook voordeels bij zichzelf. Heel interessant om te luisteren. Het schijnt, ja, weet je wel, een klein tipje van de sluier is van, het is nog niet helemaal finito. Dus wie weet gaat het toch nog wel lukken. Ik hoop het echt voor deze gasten. Ik heb ook een tof interview gedaan met een Nederlander die toevallig bleek hij ook nog eens een keer in 2015 het geluid van GameKings, de tunes geremixed te hebben voor Jelle. Ah, en die kwam uit Duitsland? Nee, dat was een Nederlandse gast. Justin Welgraaf. En deze jongen, die heeft gewoon een studio. Die maakt muziek gewoon een beetje up-tempo. Trends, beats. En die gozer die maakt nu de muziek voor trailers van Blizzard, Activision, Ubisoft, EA, Battlefield, Overwatch, Apex. Sick. Ja, is echt heel sick. Hij was hier in de studio. Ook een prachtig verhaal van gewoon een Nederlander. Mazzel gehad, maar meteen die kans gepakt. En hij werkt met de grote der grote. Dus we krijgen een aantal hele leuke, vette interviews. Je weet het, voor de premiumbazen. Want dit is gewoon extra werk. En zo belonen wij jullie voor de support die jullie massaal aan ons geven. Sowieso hebben we jullie support bij premium nodig. Absoluut. Ook voor de open items. Alles kan support inderdaad door premium lid te worden. Support door de open items te kijken. Want dat is weer goed voor campagnes, et cetera, et cetera. Maar dat doen jullie gewoon hartstikke goed. Even commercieel natuurlijk. Haha, daar zijn we weer. Deze einde van de week wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door onze grote vrienden en vriendinnen van MSI. Het is geen gamerweek meer. Het is geen PC-maart die is afgelopen. Maar we gaan gewoon lekker door. Want deze week in de spotlights, en je ziet hem er al, de MSI Bravo 15. Dat is een instapmodel met aan boord een NVIDIA GeForce RTX 4050. DLSS 3 zit natuurlijk aan boord. Een AMD Ryzen 7 processor. 16 gig intern geheugen. En een Full HD 144 Hz display. 15,6 inch scherm. Dat is eigenlijk van, je hebt niet een bakbeest. Maar je hebt gewoon wel een laptop waar je lekker op kan werken. En waar je gewoon
gewoon prima een aantal games op kunt spelen, volgens mij, Koos. Ja, ja, het is echt een instapper, maar daar kan je zeker wel games mee spelen. Exact. Ja. Deze week is die namelijk te koop met €500 korting bij bol.com. Dan betaal je er volgens mij €700 of €800 voor. En dan heb je echt een hele toffe laptop in huis staan. Goeie eerste stap in de PC Master Race. Zeker weten. Of als je bijvoorbeeld iets voor jou kinderen, hè, dat is ook van als jouw kids naar school gaan of hebben een laptop nodig. Hier kan hij gewoon Fortnite op spelen, al dat soort dingen. En het is niet te duur, maar wel goed. Ik wil al zeggen wat Velestris zegt. De hele community is al een PC aan het bouwen. Jee. Ja, nou ja, dan bouw je straks ook nog een laptop erbij. Ik bedoel, je kan ook allebei hebben. Nou jongens, het is gewoon lekker aan jullie. Jullie mogen lekker kiezen. Ik vind het leuk als dit soort aanbiedingen door MSI aan ons worden aangeleverd, want dat betekent dat jullie voordeel mee kunnen doen. En als het niks voor je is, dan gaan we namelijk nu gewoon lekker verder met het nieuws. Waar ga ik eens even mee beginnen? Rondje ontslagen? Nee, die probeer ik nu wel een beetje te bewaren voor de piepshow wat dat betreft. Ik probeer het is echt treurig weer, hoor. Wat wel grappig is, is dat Newzoo, die heeft een rapportage gemaakt over et cetera, hoe het gaat in de gamesindustrie, wat spelen we allemaal. En het blijkt dus dat de overgrote meerderheid van de games, de gameuren die gespendeerd worden in de wereld, gaat naar 6 jaar oude games. Dus de Fortnites en dat soort dingen. Ja, dat is. Ik snap het wel. Ja. Natuurlijk, er zijn een aantal games en service games die het fantastisch doen. En dan heb je er ook nog eens de sterkhouders, de Minecrafts, de Fortnites, de World of Warcrafts, de Final Fantasy XIV, noem ze allemaal maar op. Ja, die blijven mensen oneindig spelen. Destiny 2. Maar je hebt ook nog eens het geval, mensen zijn ook een beetje klaar met modern gaming. En met modern gaming, daarmee bedoel ik games die gereleased worden die niet af zijn. Ja. Games die for whatever reason, zoals Suicide Squad, volledig geforceerd naar een games as service model gaan, wat niet connect met een publiek. En vervolgens natuurlijk ook nog de microtransactions, die je gewoon gedeeltes van de game aan je terugverkopen. Ja. Zij het tijdsbesparing of zij het gewoon content? Nee, absoluut. Dit is ook wel in dat interview met Paul wat ik had, zei hij ook al van, dit is één van de problemen die er in de industrie is. Aan de ene kant focussen ze nog, zijn ze nog heel traditioneel, dus hele dure grote games, weet je wel. Soms ook nog singleplayer adventures. Terwijl blijkt nu uit de cijfers dat er een hele grote groep is, ook voor een deel jonge gamers, dus de gamers die nu opgroeien met gaming en games gaan spelen, die gewoon eigenlijk maar 1 of 2 games spelen en dat gewoon 5, 6 jaar achter elkaar doen. Die games die worden net zoals een Fortnite, er komen weer nieuwe maps, nieuwe islands, dan is er weer een optreden van dit. Ze blijven erin. Roblox bijvoorbeeld. GTA Online, laten we die ook niet vergeten natuurlijk. Ja, en die AAA studio's die hebben zoiets van, fuck, maar hoe raak ik mijn games nu nog kwijt? Als ik bijvoorbeeld lees dat Dragon's Dogma 2, nou, we hebben er genoeg over gezegd inmiddels, voor heel veel mensen een hele toffe game. 2,5 miljoen in 1 week. Ja. Is niet slecht. Nee, maar ik moet ook wel zeggen, dat is wel een diehard game hoor. En ik ben blij dat die nog wel gemaakt worden. Nou, want absoluut. Maar als de trend gaat zijn, dat zei hij ook van, blijkbaar is de industrie zo geworden dat een game die, hij had het dan over van 1 euro investering en die levert dan 2 euro op. Dus je hebt 1 euro winst. Is niet genoeg meer. Het moet 5 of 10 of 15 euro opleveren. Ja, dat kan niet. Ja, en weet je, de staat van gaming op dit moment, het is gewoon heel penibel. En aan alle kanten kraakt het. En we hebben het ook al gehad natuurlijk over het feit dat games tegenwoordig €80 zijn. Moeten we ook niet buiten beschouwing laten. Want ondanks het feit, wanneer je het historisch bekijkt, zijn games nog nooit zo goedkoop geweest. Behalve qua aandeel in wat je verdient. Want de inflatie die raakt ons allemaal. We krijgen het steeds moeilijker om rond te komen. Armoede is aan het groeien. Ja, dat soort dingen ga je ook terugzien in de verkopen. Die wellicht hoger hadden kunnen uitvallen natuurlijk. Nee, absoluut. Het is gewoon, Ik geloof ook wel wat Paul zei. Die zei van, het gaat uiteindelijk wel goed komen. En ik denk dat gaming groter gaat worden dan ooit. Dat geloof ik ook wel. Want mensen willen games spelen. Maar de industrie gaat echt veranderen. En wie weet gaat het wel zo worden dat straks God of War 6, dat een niche game is, weet je wel, waar een paar miljoen mensen ontzettend naar uitkijken. Maar dat de echte grote blockbusters, dat die dat juist misschien die game as a service-achtige Fortnite games zijn. Is dat niet al zo? Ja, misschien ook wel. Maar de industrie zit nog niet, die zit er nog niet helemaal in. En
wij als oudere gamer verzetten ons ook een beetje ertegen. Maar wie weet moeten we dat gewoon accepteren dat dat zo is. En dat betekent natuurlijk ook dat dan God of War geen 300 miljoen meer gaat kosten, maar 150 miljoen. Dus er gaat een grootschalige herstructurering plaatsvinden binnen de gamesindustrie. Daar zitten we nu al middenin, denk ik. Je ziet wat er om je heen gebeurt. En ik ben het wel met hem eens. Dat gaat vanzelf wel goed komen. Alleen, welke richting gaan we nu inslaan qua gaming? En ja, dat moet gaan blijken. Want we zien meerdere partijen zetten hun geld op verschillende paarden. En er zal uit één of meerdere de winnaar zijn. Maar er zullen ook verliezers zijn. Absoluut. Een van die verliezers. En ik weet niet of we dat nog kunnen zien. Want we hebben nu op alle schermen hebben nu de maar als jij iets inschakelt, dan zien we goed. We gaan het hebben over Saber Interactive. Saber Interactive was namelijk onderdeel van de befaamde Embracer Group. En die Embracer Group die heeft alles gekocht. En nu verkopen ze alles weer, want ja, geen dure leningen. Het moet allemaal niet meer, allemaal eruit. Saber Interactive is een van die partijen die eruit is. Ja. Zij waren bezig met The Knights of the Old Republic remake. Ja. Een game die bij Koos bovenaan ongeveer het lijstje staat. Het leek erop, omdat Embracer deed er heel kut over, dat het klaar was. Weet je, fuck die shit. Dat gaat niet meer gebeuren. Nou, sowieso al de geschiedenis van deze remake is bijzonder. It's a bumpy ride. Laten we het daarop houden. Want natuurlijk eerst was Aspyr Media hieraan verbonden. Die heeft er ook best wel een flinke pauze aan gewerkt. Vervolgens moesten ze de demo demonstreren. Letterlijk een paar dagen later werden de twee lead de developers die werden ontslagen. Ja. Die werden volgens mij non-actief gezet. En niet heel veel later werd het gewoon gecanceld eigenlijk. Althans, Aspyr werd er vanaf gehaald. En nu is het in handen van CB Interactive. Om heel eerlijk te zijn, ja, hij staat hoog op mijn lijstje. Omdat het is Knights of the Old Republic. Wat ik, dit is mijn favoriete game growing up. Dit heeft me geïntroduceerd aan westerse RPG's. En dat was fucking fantastisch. Mm-hmm. Maar ik zie liever Knights of the Old Republic 3. Ik bedoel, ik heb dit al gespeeld. En juist, dit is een game. Tuurlijk, de gameplay mechanics steken uitstekend daar in elkaar. Maar dit is een epische game. Het is absoluut een epische game, maar het is ook een hele verhalende game. Ja. Met een plot twist waar je petje voor afneemt. Maar die ken ik al. Okay, dus, ja, ik zal sowieso altijd met een ander perspectief al deze game vanaf het begin af aan kijken. Wetende wat er later in de game gaat gebeuren. Ja. Maar kom met een Knights of the Old Republic 3. Ik bedoel, er zijn een aantal. Maar waar ligt die IP dan? Die IP? IP, ja. Die ligt gewoon bij Disney. Ja. Ja, dus zij kunnen dit beslissen. Misschien dat ze. Nou, nu iets zo zegt Disney, dat. Met betrekking tot Star Wars games heeft tot nu toe nog niet echt hele positieve resultaten. Nee. Want natuurlijk bij Respawn waren ze met twee bases, hebben ze er ook alweer eentje van gekild. Nu je het ook zegt van. Kijk, het blijkt dus ook niet zo te zijn dat. En misschien is dit ook wel een typisch voorbeeld van de industrie. Dat een Star Wars Knights of the Old Republic, wat voor heel veel mensen die het gespeeld hebben, een epische game is. Maar die mensen zijn inmiddels al, wat is het, 10, 15 jaar ouder geworden. Die zijn bijna 40 geworden. Die, voor hen is het nog steeds magisch, maar die hebben die game gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat voor de huidige generatie, de twintigers, dat dit nog dezelfde appeal heeft. Ja, dat is ook natuurlijk een heel groot risico. Want het is westerse RPG. En wat we hebben gehoord is dat ze heel erg trouw willen blijven aan de opzet van de game en hoe de game gespeeld wordt. Ja, dat is niet voor iedereen. Het is niet een mainstream game, om het zo maar te noemen. Ondanks dat het een mainstream IP is. Het is best wel diepgaand. Er komen veel dingen bij kijken. Maar het succes van Baldur's Gate bijvoorbeeld doet me dan wel weer goed vertrouwen geven dat er wel een markt bestaat hiervoor. Ja. Maar het valt of staat bij kwaliteit in dat geval. Absoluut. En daar zit iedereen een beetje mee in de maag van. Gaat Saber Interactive dat leveren? Niemand weet het nog. Nee. En dan is het feit dat je op je eigen pootje moet staan. Nou ja, goed, je weet het. Is op dit moment ook niet heel erg lastig. Maar goed, we gaan het in ieder geval volgen. Dan was er een studie. De Koos tweet erover. Dus daarom zag ik hem voorbij komen. Een nieuwe studie die heeft onthuld dat sommige mensen
ietsje meer first frames per seconde kunnen zien dan de anderen. En ja. Toen zei hij meteen graag, oh, nou snap ik ook waarom ik zo goed ben of ik juist verlies. Nee, Jelle, ik zei van, dit verklaart alles, Jelle. Want Jelle, die claimt altijd te zeggen dat hij niet het verschil kan zien tussen 30 en 60 fps. Ja. Waar ik me echt helemaal niet van kan voorstellen. Nee. Maar er komt wel een punt inderdaad bij een aantal frames per seconde dat het verschil marginaal wordt. Mm-hmm. En dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen het verschil tussen 120 en 144 fps bijvoorbeeld niet zien. Of nog hoger. We hebben al 240 en 360 en volgens mij bestaat er zelfs 540 hertz scherm. Maar er zijn punten waarop mensen dat verschil niet meer kunnen zien. Maar de een is daar gewoon gevoeliger voor dan de andere. En ik merk dat ik daar heel erg gevoelig voor ben. Dit heeft niks mee te maken dat iemand beter is in een first-person shooter. Dat las ik er namelijk eerst uit. Dat zou het gaat echt om frames per seconde. Niet zozeer first-person shooters. Maar als jij meer frames kan zien, dan heb je daar wel een voordeel aan. Ja. Natuurlijk, het is gewoon alles waarbij je senses beter zijn dan de anderen. En je moet het erbij gebruiken. Ja, dan heb je een voordeel. Absoluut. Ik zat altijd een beetje in kamp Jelle. Maar ik moet wel zeggen dat bij Dragon's Dogma 2 ik nu op de Xbox echt wel zag wat er gebeurt. En dat niet het is niet dodelijk of zo. Ik kan er wel doorheen spelen. Daar gaat niet om. Maar ik merk wel van nu je ook games met 60 of 120 al kunt spelen, dat het wel fijner is als het wat smoother gaat. Ja, maar ik zou eerlijk zeggen, ik ben echt gevoelig voor frame rate drops en frame rate slowdown. Mm-hmm. Zeg maar, ik speel liever een game locked 60 fps dan bijvoorbeeld een variabele frame rate die een beetje rond de 100 draait. Zelfs met G-Sync aan bijvoorbeeld. Ja, cool. Nou, deze vond ik. En ik moet eventjes opstarten. Even kijken. Ik hoor geen geluid. In ieder geval, ik hoor geluid uit jouw laptop. Ja, zeker, ik hou geluid. Ik zet even. Ja, ik heb PC's altijd. Dat zal je altijd zien. Moet ik het geluid even uitzetten. Die had ik namelijk hard staan. Want ik zat een basketbalwedstrijd van tevoren te kijken. Nee, het gaat over de Fallout-serie. En hier hebben we het ook al een paar keer over gehad. Vorige week over dat iemand zei van, er moet gewoon een nieuwe Fallout-game komen. Jongens, Bethesda, schiet nou toch gewoon eens op. Ga niet wachten tot Elder Scrolls klaar is en dan pas. Nee, we willen het nu. We hadden het over Borderlands, de tv-serie, tegenover Fallout. En dat we eigenlijk allemaal zeggen, ja, Borderlands, ik weet het niet. Fallout, dat kan wel eens heel erg leuk worden. Ja. IGN had een exclusiefje. Dat hebben ze wel vaker. Dat is een beetje behind the scenes, maar ook wel weer wat nieuwe beelden. Nou, wij gaan hem deze week kijken, Jelle en ik. Jullie gaan hem kijken? Ja, we gaan hem kijken. We hebben een exclusieve uitnodiging om het voor de screener. En dan gaan we, ik weet niet of we de eerste aflevering of de eerste twee of zo gaan kijken. Maar we gaan hem binnenkort kijken. Daar ben ik dan wel weer een klein beetje jaloers op. Snap ik. Ik wil hem ook wel graag zien. Waar denk je, als je kijkt, van wordt dit in jouw verwachtingen extreem goed, voldoende, oké, matig? Ik hoop voldoende. Je hoopt voldoende? Oké. Ja, ik bedoel, ik vind de artstyle vind ik er echt gruwelijk uitzien. Heel tof. Maar ja, ik weet niet, man. Misschien ben ik gewoon een beetje te cynisch geworden. Ik kijk eerst wel heel even de kat uit de boom. En als het toevallig wel heel goed en fantastisch is, dan zal ik dat als eerste van de daken schreeuwen. Maar waar kan dit misgaan? Dat je te veel de game kent en dat het niet is? Of dat het scheidlollig wordt? Ja, je moet het nu vanaf een third-person perspectief zien, hoe iemand anders natuurlijk de Fallout en de Wastelands ervaart. Terwijl je daar van tevoren je eigen ervaring bepaalt. Je eigen dialogen ook kiest natuurlijk. Ja. En je eigen vriendschappen, je eigen keuzes. En datzelfde, ja, wanneer iemand anders dat voor jou gaat invullen, dan kan je toch wel ineens een bepaalde dissonantie kan er ontstaan. Hetzelfde wat er bijvoorbeeld een klein beetje, dat is gewoon een kutshow, maar Halo. Hetzelfde, weet je wel? Ja. Probeer maar eens de Master Chief neer te zetten. De een kan zich erin vinden, omdat iedereen projecteert zichzelf op de Master Chief. En is de Master Chief. En de een vindt dat cool en de ander vindt dat niet cool. Ik hoop dat dit fucking cool is. Het ziet er in ieder geval super cool uit. En ook de cast, is veelbelovend, laat ik het zo zeggen. Dit kan natuurlijk, en dat zag ik ook in de comments staan, dit is alleen leuk als je Fallout kent. Dat is het risico wat je hebt met game-gerelateerde games. Maar bijvoorbeeld
Dat weet ik niet. Want ik, juist door wat ik hier van tevoren zei, denk ik dat er misschien wel een publiek aangesproken kan worden die de games helemaal niks vindt. Maar dit dan wel heel erg. Nou ja, dat is het. Met The Last of Us was een voorbeeld van een serie die er bovenuit steeg. Die een dermate mooi universum had. Een goed verhaal. Goed acteerwerk. Maar The Last of Us is precies al wat we hebben gekeken in de tv-show. Zeg maar, The Last of Us, the game, is een cinematische game. Ja. Weet je wel, de gameplay is crap. Je kijkt het voor het verhaal, de characters en hoe het allemaal samenkomt. Zeker. En de prachtige graphics natuurlijk. Dat is heel makkelijk na te maken. Ja. Want het wordt al gespeeld zoals een film of een tv-show zou doen. Dit dus niet. Nee, dat is waar. En het nadeel van The Last of Us was eigenlijk dat je al wist wat er zou gaan gebeuren. Dit is natuurlijk gewoon, zoals de maker zei, van dit is eigenlijk Fallout 5. Dit is een nieuw verhaal. Ja, er komen dingen hier, geloof ik, in voor die ze gepland hadden voor Fallout 5. En er zijn ook dingen uitgehaald uit deze show die ze voor Fallout 5 als verrassing nog willen bewaren. En waar komt het op? Amazon Prime? Ja, Amazon Prime. Moet ik dat weer gaan nemen? Volgens mij is het duurder geworden. Ik wou zeggen dat is maar 3 euro, maar volgens mij is het tegenwoordig 5. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb natuurlijk net Videoland, heb ik alle hoe heet het nou? Hoe heet die serie nou? Jongens, Mokromafie heb ik afgekeken. Videoland. En Sleepers heb ik ook aan. Dus Videoland is uitgespeeld. Dus die gaat er dan af. Videoland is niet uitgespeeld, vriend. Gaan we eens Lang Leven de Liefde kijken. Dat zijn 6 seizoenen met 200 afleveringen per seizoen of zo. Precies. Nee, dan ga ik weer Amazon daarvoor nemen. Dit vind ik altijd leuk. We doen het natuurlijk ook een beetje met Pick One, maar dan net op een andere manier. Ik hoop dat ik een beetje dit ook voor Koos goed in beeld ga krijgen. Game Informer is, denk ik, correct me if I'm wrong, het grootste game magazine ter wereld. Volgens mij, in de hoogtijd hadden ze volgens mij 1 miljoen abonnees. Dat is meer dan Famitsu. Dit is een legende. Game Informer was supermachtig. Als je daar op de cover kwam, dan whatever, dan deed je al. Die kregen de reviews al veel eerder. Zij hebben een soort van competitie gedaan. Wat is nu de beste game? Echt een soort van, zoals Amerikaanse sport dat doen, tegen elkaar aan. Brackets. Ja, ik zie er nu al eentje, dat kan niet. Red Dead Redemption 2 wint van Super Mario 64. Ja, nee, nou goed, ik ga even kijken of we dit. Nou goed, het gaat eigenlijk een beetje om van. Kijk, ze komen uiteindelijk uit op Legend of the Zelda, Ocarina of Time als beste game. Legend of the Zelda. The Legend of Zelda, sorry. The Legend of Zelda. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik vind het ook weer zo voor de hand wat liggend antwoord, maar ja, ik kan hem beleven. Exact. Hij wint van Skyrim en ik zie ook Red Dead Redemption 2 daar staan. Ik zie The Last of Us staan. Dat zijn wel topgames, maar mis jij hier iets? Dat moet ik heel snel scannen, hoor. Ja. Nou, je hoeft niet helemaal zeg maar naar het kleine gedeelte, maar bij die grote titels. Waar duid jij op? Nou, kijk, ik zit eigenlijk ook te kijken van The Last of Us vind ik is voor mij de beste game die ik ooit gespeeld heb. Nee, dat is geen game. Nee? Nee, ik vind het geen game. Ik vind het een waardeloze game, maar geweldige ervaring. Oké, Red Dead Redemption 2 heb ik niet gespeeld. Geweldig verhaal. Misschien wel in gaming het beste verhaal. Ja. Maar qua gameplay, nee. Ik zie ook bijvoorbeeld weinig GTA staan eigenlijk. Ik wou net zeggen, als je dit soort titels erin gooit. Ik bedoel, fucking de halve finale voor The Last of Us. En de halve finale ook voor Red Dead Redemption, ja. Ja. Dan GTA 5, daar staat hij. Hij legt het af tegen Ocarina of Time. Dus misschien gewoon ongelukkige loting. Ongelukkige slechte loting. Pool is dood. Ja, pool is dood, inderdaad. Ja, het zijn altijd leuke dingen. En eigenlijk is dit ook gewoon onmogelijk. We hebben het ooit een keer gedaan. Heel lang geleden hebben we zo'n item gemaakt waarin we samen moesten gaan proberen om de beste game aller tijden te verzinnen. Ja. En het is gewoon GameKings. Het wordt een beetje lollig. Omdat wat je gaat doen is dan je darlings een beetje uitwisselen. Weet je, oké, als jij dan mijn darling wegdoet, dan blokkeer ik die van jou. Je komt er nooit uit. Je komt er sowieso nooit uit. En ik bedoel, wat Game Informer nu hier neerzet als Ocarina of Time. Ja, is ook maar hun mening. Zeg maar in dit geval van hun lezers. Voor waarschijnlijk heel veel andere mensen zou het anders zijn. Voor mij zou het ook anders zijn. Maar voor mij verandert ook.
Als mensen je vragen, wat is de beste film ooit gemaakt? Ja, weet ik niet. Dat kan deze week een andere film zijn dan hoe ik er twee weken later over voel. Dat blijft toch ook altijd een gevoelsding, een bepaalde fase in je leven. Ook dingen die je dan belangrijk vindt. Ik zit ook te kijken naar Half-Life, joh. Weet je, vind ik ook episch. Maar goed, ja, er zijn zoveel goede games gemaakt. Precies dat. Ik bedoel, daarom een van de beste games, zou ik altijd van zeggen. Ik had er namelijk nog eentje. Moet ik even kijken. Ja, nee, die was op de BAFTA's. De BAFTA's, een soort van Oscars, maar dan in Engeland. Die had de gedachte van, weet je wat, wij gaan het meest iconische videogame character of all time bepalen. Dat is Lara Croft geworden. Ja, is dit, en, ik heb een interview en toen gehoord. Dacht ik van, sorry hoor, maar Mario is denk ik net ietsje iconischer. Oh, het ging niet eens om vrouwelijke game characters. Nee, oh, allemaal. Jesus. En de nummer drie. Wat? De nummer drie snap ik helemaal niet. Hey, vet. Agent 47 is absoluut een episch character. Maar beter dan Sonic. Beter dan Pac-Man. Kratos. Pikachu. Ja. Ja, wederom. Hetzelfde als wat we net met Game Informer zagen. Ja, weet je. Dit heeft echt nul waarde. Nee. Ik hoorde zoiets van, wel inderdaad, er was een interview over Lara Croft en dat iemand, dit is de allereerste vrouw in videogames, daarom is het zo belangrijk, Lara Croft is een icoon en de allereerste vrouw, bla bla bla, was niet de allereerste vrouw, weet je wel, en op basis daarvan wordt waarschijnlijk zoiets gekozen. Ja. Dus fuck off met die shit. Nee, kijk, nogmaals, ik onderschrijf absoluut dat Lara Croft is een episch character en ze heeft ook zeker wel wat gedaan, ze was een van de eerste vrouwelijke, Lara Croft is een fucking brede iconen. Ja, maar dat zal niemand weerspreken. Maar de nummer één? Nee, absoluut. Ik ga dan altijd vanuit als jij op straat gaat, dat vind ik altijd doorslaggevend. En je vraagt gewoon 10 willekeurige mensen, noem één videogame character. Dan denk ik dat 6 van de 10 Mario. Ja, precies, ja. En niet Lara Croft. En al helemaal niet Agent 47. De meeste mensen weten niet eens wie Agent 47 is. Nee, absoluut. Dus dat is leuk. En inderdaad, je hebt gelijk. Het is natuurlijk allemaal onzin nieuws. En ze doen het zodat wij erover lullen. Maar we lullen er graag over mee, omdat het leuk is. We gaan het hebben over... Ja, nee, absoluut. Ik heb... De game waar ik ontzettend naar uitkijk op dit moment is Senua's Saga Hellblade 2. De previews zijn inmiddels online. Er zijn een aantal mensen die hebben ermee kunnen spelen. Die zeggen eigenlijk unaniem, je weet niet wat je gaat meemaken. Dit ziet er zo episch mooi uit. Dit is misschien de mooiste game op de Xbox sowieso. Maar dit is echt next level. Eén ding, 30 frames per seconde. Ja. Ja, zijn we toch weer een beetje bij de neus genomen. Hè? Hoe kan dit? Weet je nog, bij de launch van de Xbox Series X, dat Aaron Greenberg, 60 fps is de standaard, maar we kunnen op tot 120. Ja. Nou, een week later moest hij alweer terugkomen op zijn woorden. Oh nee, we laten dat aan developers en bla 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 bla. Ja, okay. Er is geen standaard die je niet hanteert of anderen aanhoudt, of überhaupt je eigen first party studios aanhoudt, is dus geen standaard. En dus wat we nu zien is 30 fps. Ja, jammer. Maar inderdaad ook wat ik heb gehoord van de mensen die dit hebben mogen spelen, is dat het een fenomenale ervaring is. En daar kijk ik dan maar naar uit. En gelukkig hebben we de PC nog natuurlijk. En precies. PC, jij gaat hem op de PC spelen. Ik ga hem zeker op de PC spelen. Ja. Nee, een van de verklaringen was de ontwikkelaar die had ook aangegeven van ja, maar de battles in deze game zijn niet heel erg snel. Dus het maakt allemaal niet uit. En het gaat erom dat de game er fucking mooi uitziet. 60 maar FPS speelt altijd beter. Ja. Altijd. Ik bedoel, ik speel ook wel eens 30 FPS games. Maar dat is met name, weet je, tandenknarsend dat ik daarvoor kies. Final Fantasy VII Rebirth kies ik maar voor de 30 FPS optie. Omdat de 60 FPS optie gewoon crap is. Ja. En dat is wel de stage waarin we nu zijn beland bij deze consoles. We hebben een hele lange periode hebben cross-gen titels gehad. En die draaiden allemaal op 60 FPS. En nu komen we echte next-gen titels. Om even tussen aanhalingstekens te plaatsen. Want het is gewoon current-gen natuurlijk. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon weer terug naar 30 FPS. Want looks zijn belangrijker dan hoe een game speelt. En dan komen we daarop uit. Is het zo, Dark Albino zegt dat het een kostendingetje is. Dat, gewoon, dat ze niet optimaliseren. Gewoon omdat het... Nee, dat is niet het geval bij deze. Dit is gewoon een Unreal Engine. En je kiest, dat heb ik zelf vanaf het begin gezegd. Ze gaan voor maximale grafische fidelity.
ja, dan krijg je hiermee te maken. Het is helaas maar zo. Oké. En dat is pijnlijk, want de vorige grote titel, Starfield, was ook al 30 fps op de Xbox Series X. Ja. Even kijken hoor, waar ga ik naartoe? Ja, ook wel een paar leuke dingen. De Silent Hill 2 remake, die heeft een rating gehad. Dat betekent eigenlijk als we een rating krijgen in Amerika met name, dat ja, de launch er wel zo ergens zit aan te komen. Hetzelfde geldt voor Star Wars Outlaws. Die had dan weer een rating gehad in Australië bijvoorbeeld. Dat is een van de moeilijkste landen om gerate te worden. Want die zijn echt super kritisch. Bijna alles wordt daar 18 plus. Nou, hier kan ik eigenlijk meteen het verhaal wel bij vertellen. Dat we toch in juni weer een hele leuke week gaan krijgen. Want Ubisoft 10 juni komt met een eigen grote evenement. Xbox gaat een groot evenement doen. En PlayStation State of Play. Ja, we noemen dat altijd de E3 persconferentie. Ja, maar we gaan het nu gewoon anders noemen. Summer Game Fest? Ja, whatever. Zoiets of de Week of Game in June. Whatever, we verzinnen wel wat. Oh, dat back wel lekker, ja. Precies. maar ja, ook het gerucht dat er een State of Play komt. En, nee, een Showcase. En de Showcase is altijd de grotere editie bij PlayStation. En daar zou staan Silent Hill 2 toch wel de grote game in zijn. Toen dacht ik bij mezelf, als dat zo is, dat maakt me wel zorgen. Exact, dat had ik ook een beetje van. Maar wacht even, van ik vond Silent Hill 2 namelijk niet zo heel tof. Die trailer van een tijd geleden. Als dat alles is, ja, ze moeten dan toch maar met Wolverine gaan komen. Maar ja, dat is wetende dat Xbox in ieder geval wel wat meer heeft. En Ubisoft kan in ieder geval, die komt met een heleboel Assassin's Creed en Star Wars Outlaw. Waar ik toch ook wel heel benieuwd naar aan het worden ben. Weet je wie die trailer ook niet cool vond van Silent Hill 2? Nou, Bloober Team. Oké. Okay. Bloober Team. Dat is al de tweede keer in een paar jaar tijd dat Bloober Team toch wel uithaalt. Ja. En hij zegt ook, ja, deze trailer is helemaal niet een goede weergave van de game die wij aan het maken zijn. Ja. En helaas, wie is ook weer een uitgever? Silent Hill? Ja. Ja, dat was toch altijd Konami? Konami. Ja. En hij zei van, Konami is in zijn geheel verantwoordelijk voor de marketing. En eigenlijk kwam het erop neer. Hij zei, ze hebben ons gewoon genaaid met die trailer. Want het is helemaal niet hoe de game speelt of hoe de ervaring gaat zijn. Maar even los daarvan. Want het was heel erg actie georiënteerd. En sommige dingen zagen wat minder eruit. Maar de graphics waren wel echt kut. Nee, ja, absoluut. En voor een game, we weten al dat Bloober Team veel beter kan dan dat. Mm-hmm. En voor een game met zo'n legacy als Silent Hill 2, het is een van de pareltjes van de PlayStation 2. Wat een geweldige generatie is geweest. Nee, absoluut, ja. Ja, dan vind ik dat toch wel een beetje pijnlijk. Eens even kijken. Ik ga zo alvast even een appje sturen naar Daan. Of die straks klaar kan staan. Dus ik denk ook al dat van mij betreft even de regie alvast even een linkje naar Daan mag sturen. Of die in de uitzending wil komen zo over een minuutje of 10 dat dan klaar staat. Ja, het gaat allemaal live. Dus hij is nu aan het opnemen. Dan moet ik hem weer zien te contacten in de hoop dat hij dan zijn telefoon wel bij de heeft. Want dan moet hij van de cam gaan wisselen naar een telefoon. Zodat hij dan vervolgens weer ons een rondleiding kan geven op het terrein van de Sugar Factory in Halfweg tijdens het ESO 10 jaar anniversary fest. Maar goed, over een kwartiertje gaan we naar Daan toe. De Stellar Blade. Ja, de game is eigenlijk nog niet uit. Harde game, man. Ja, en Ik had er echt niks van verwacht totdat ik hem voor jou moest spelen. En nu ben je hooked. Ja, fucking vet. Oké, goed. Hij komt al vrij snel uit. En de maker daarvan, wie weet heeft hij het ietsje wat hoger in de bol gekregen door alle positieve reacties. Want die begint nu al te praten over een sequel. Ja. If there's demand. Ja, ja. Fair enough, toch? Nou, ik moet wel zeggen, ze hebben heel goed aangedaan om een demo te droppen. Ja. Dat doe je over het algemeen alleen wanneer je ook vertrouwen in je product hebt natuurlijk. Want het is je marketing tool. Het is jouw manier om te laten zien aan de wereld. Let op jongens, deze game ben ik aan het maken. Het is vet, check het maar. En verder aan het eind van de rit wil jij deze game kopen. En dat wordt ook massaal gedaan. Mm-hmm. Wat ik heb begrepen is dat de fysieke copies op sommige plekken uitverkocht zijn. En dat ook de pre-orders in de PlayStation Store echt bijzonder hoog zijn.
En ja, ik kan me daar wel in vinden, om heel eerlijk te zijn. Ik ook. Ja, goed, er is natuurlijk een klein beetje ophef over dat de billen allemaal iets te geprononceerd zijn. De borsten iets te groot, ja, maar daar wil ik het niet meer over hebben. Dat is een beetje sneu. Dank de hele tijd. Laten we het deze man ook niet kwalijk nemen dat hij ontzettend blij is dat deze game zo goed ontvangen wordt. En dat hij dan al meteen begint te gillen over opvolgers en dat soort dingen. Maak gewoon eerst even lekker gewoon die launch af. Laten we kijken wat het is. En ik vind het wel cool. Veel developers nu tegenwoordig die gelukkig dan misschien nog niet helemaal worden uitgewrongen door een uitgever. Die zei al ook gelijk, Stellar Blade gaat geen microtransactions bevatten. Ja. Gamers die de game gekocht hebben, kunnen ervan uitgaan dat ze geen extra cent hoeven uit te geven voor een betere, toffere ervaring. Dus het gaat er niet komen. Hij hield wel een slag om de arm. Hij zei nog daarbij wel van, maar er kan een uitzondering zijn in het geval dat wij een crossover collaboration gaan doen met een andere franchise of IP. Wellicht dat we daar een prijs voor moeten vragen. Ja. Maar voor deze singleplayer game en singleplayer ervaring en zoals het nu bestaat, zal er geen microtransactions komen. Nee. En eigenlijk allemaal een beetje het gevolg van wat denk ik toch wel echt een hele grote fout is geweest van Capcom. Want ook CD Projekt Red heeft deze week ook weer een statement uit laten komen. Bij ons komen geen microtransactions in singleplayer games. Nogmaals, en ik kan het niet duidelijk genoeg maken. Je hebt ze niet nodig. Je krijgt al die shit heel makkelijk. En dat maakt het des te weirder en des te dommer dat ze de ophef die terecht is. Want het is een full price game. Daar moet je gewoon, wat het ook is, moet je niet indouwen dat ze dat toch gedaan hebben. Helemaal omdat die microtransactions helemaal niks doen. Nou, het is meer ledig, want het is vooral de manier waarop. Ja. En dat hebben ze nu een paar keer gedaan. Het zit niet in de review copy. Het zit niet wanneer jij die game moet gaan testen. Het stond een beetje ergens bij in het regeltje van dit. Er stond bij van dit is de DLC. En die DLC dacht ik dus, en zoals bijna iedereen, oké, dat zijn de uitbreidingen. Nee, dat waren dus de downloadcontent. Ik heb Resident Evil gedaan. Ja. En ik mag niet precies zeggen wat in die NDA staat, maar weet je, oké. Ook daar, na release werd dat ineens er toegevoegd. Ja. Ja, dat is gewoon sneaky. Ja, dat is gewoon echt sneaky. En dan respecteer je je publiek niet. Want wat gaan ze, dacht je dat ze er niet achter zouden komen? Nee, dit is gewoon puur en alleen om het cijfer te beïnvloeden bij launch. Nee, absoluut. Omdat ze wisten dat er gezeik zou komen. En ik snap het ook niet. Want het is een hardcore game die no fucking way ooit gaat appelleren aan een mainstream gamer. Waarom zou je hun die wat is het, een wortel voorhouden van die rare microtransactions die je verkoopt, weet je wel. Ik bedoel, het kost je nu alleen maar. Want er zijn echt wel gamers geweest die zeiden van, ik had het gekocht, maar nu niet. Fuck dat. Ik heb er geen zin in, weet je wel. Ja, en een doodzonde. Want ja, ze speel gewoon op elkaar erover. Want we weten allemaal waarom het is. Weet je, de risico's binnen de gamesindustrie die uitgevers moeten nemen zijn ontzettend groot. Ja. Ja, dan moet je gewoon heel erg creatief gaan worden. Nou, dit zijn geen creatieve microtransactions hoor. Dus daar zal ik absoluut niet mijn hand voor in het vuur steken. Maar ja, weet je, je moet manieren bedenken om extra geld eruit te kunnen halen. Om het risico van het ontwikkelen te verantwoorden. Speel daar open kaart over, weet je wel. En ja, dan moeten we nog steeds Hun op een blauwe ogen, ja, waarschijnlijk niet blauw in dit geval, maar op een blauwe oog geloven dat hun microtransactions game design niet aantast. Nee, absoluut. Luc Hermans Gaming, die zegt ook, volgen jullie bij Gamekings achteraf nog wat toe aan de review als ze zoiets flikken. Nou Luc, in dit geval, wij hebben het duidelijk over gehad in de premium review, in de open review en ook nog een keer met Steven. De reden waarom wij meestal wachten tot na launch met het reviewen van games. Ten eerste, we moeten met meerdere mensen spelen. Soms hebben we maar één code. En ten tweede, dit soort shit. Wij willen het spelen, ervaren zoals jullie thuis ook het ervaren. En ze flikken ons dit net even te vaak dat ze gewoon, of het nou Gran Turismo 7 is of Resident Evil, zitten er toch dingen in die je bij launch niet ziet. En je bent wel gewoon, je vak is wel gewoon mensen naar waarheid in te lichten. En dat, ja, dat doen we dus niet, want we worden gewoon een beetje
getrold door die gasten. Dus ja, het is een beetje respectloos. Ik bedoel, je kan toch niet 80 euro vragen aan jouw klant, wat in dit geval vaak een fan is. Ja. 80 euro vragen en dan vervolgens 2 dagen na launch hem met die microtransactions om de oren slaan. Nou, het is gewoon niet cool. Nee, en nogmaals, de real hisse, het maakt me allemaal gereed uit wat je ermee kunt, al kun je er helemaal niks mee. Je moet gewoon, ik denk ook, want daar had ik het gisteren ook al met Paul over en die was daarmee eens van, gamers hebben echt veel macht. Alleen jullie onderschatten het of jullie gebruiken het niet. Maar uiteindelijk bepalen jullie, je moet, als je het gewoon afstrapt van, als jij met een game komt, full price, single player aanvaard, waarom zou je microtransactions doen in een game die omdat je eentje speelt? Omdat ze inspelen op ons gevoel. Ik zie het vaak genoeg binnen onze community ook. Er zijn heel veel mensen die precies weten van dit soort praktijken, daar ook schoon genoeg van hebben, maar dan komt toch hun favoriete game op dat moment uit, waarvan ze weten dat het of hun favoriete franchise zo zou ik moeten, en die betalen gewoon full price voor dat ding. Ja. En dan vervolgens klaagden over, ja, je houdt het zelf in stand. Nee, is ook zo. Iemand zei, de mooie anekdote was dat van het is alsof je een servetje krijgt bij het eten van je pizza, terwijl je ook je handen kan afwassen in de wc. En je pizza wordt er niet lekkerder van, weet je. Het doet er niet toe. Het moet er gewoon niet inkomen. En je moet eigenlijk als gamer zeggen, ik wil dit niet. Ik wil het gewoon niet hebben. Multiplay games, free to play, whatever, doe wat je wil. Maar als jij mij al 70 of 80 euro gaat chargen voor een game, wat je wil, pay to win. Ja, nee, pay to win sowieso niet. Dat is de eerste fucking manier om mij uit te laten tunen. Nee, absoluut. Dus het is een beetje raar. Dit is een vette foto of eigenlijk een filmpje. Die kreeg ik ook van Koos' kanaal, inderdaad. Ik zal hem even op stop zetten. Ja, toch. Ik vind die, Kojima vind ik ook een aparte type. Maar hij, ik vind hem, omdat ik hem altijd in die film zie. Het lijkt net alsof hij een game gezicht heeft eigenlijk. Ja, dat heeft hij ook. Hij heeft een raar gezicht. Van Max Payne. Ja, maar zijn gezicht is ook gewoon weird. Ik vind hem eng. Hij heeft een heel weird gezicht, man. En hij drinkt kinderbloed. Dat zit hier in dit kopje van hem, want hij wordt ook maar niet ouder. Nee. Dus dat is een beetje eng. En hetzelfde geldt voor meneer Kojima-san hier. Ja. Want die zal ook wel in de 60 zijn bijna, denk ik. Ja, hij ziet er nog jong en fris uit. Ja, je weet, als je gewoon met jongeren omringt, dan blijf je heel lang. Dit zijn twee hele creatieve genieën binnen de games-industrie. En het is goed dat ze elkaar tegenkomen. Ik zag ook dat Neil Druckmann bij Hideo Kojima langs was gekomen. Ja, iedereen gaat natuurlijk bij een hele andere type game director. Maar hij excelleert op bepaalde vlakken. En dat kan geen kwaad om dat met Kojima te matchen natuurlijk. Nee, absoluut. The Witcher 4 die zit in pre-productie op dit moment. Maar het is al wel duidelijk dat volgens mij een mannetje of 400... zit al vol op deze game. Dit is wel echt het belangrijkste game. Nog 17 mensen. Ik denk dat het mensen zijn. Die zitten dus op Cyberpunk. Ik denk dat het een beetje patchen is, updates, dat soort dingen. Die game is af. Ze zeiden dat het kan nog wel meer worden, maar dit is een beetje wat het is. Want ja, het zit erop. Hè. Absoluut. Dan heb je nog Project Orion, Project Sirius, Project Hadar. Ik zou allemaal niet eens meer weten uit mijn hoofd wat het allemaal is. Kijk eens wie er live uit Oeganda is in de chat. Oh, Jelle zit gewoon. Maar is die in Oeganda of is die op Schiphol geland? Ik denk dat hij inmiddels geland is. Dan is die geland. Ja. Jelle is gewoon fucking geland. Hey, jongens. Hoppakee. Hey, nog een minuutje of 5. Want dan gaan we naar hopelijk naar Daan toe. Hij zit nog in Oeganda, zegt hij. Dus. Oh, hij zit nog in Oeganda. Ja. Oh, Jezus. Jelle zit in Oeganda. Hadden we ook nog live heen kunnen gaan? Jelle, dat bizar, man. Oeganda. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar goed, dat gaan we allemaal horen. Als hij goed is, is hij maandag weer in de studio. En Brieven Maandag gaat hij waarschijnlijk wel vertellen wat hij daar allemaal wel niet meegemaakt heeft. Oh, hij kan naar Daan bellen als je wil. Dus. Kan ook nog wel. Maar eerst wil ik gaan proberen met Daan. Dus ik wil even kijken of We gaan eerst naar Tamriel, Jelle. We gaan eerst naar Tamriel. Even checken met de regie of het linkje al richting Daan is gegaan. Of richting Pascal. Dat is namelijk degene die het gaat filmen. En dan moet ik even mijn koptelefoon, anders hoor ik haar niet. Ja, je kan van mijn part het linkje gewoon naar ze sturen. En zodat ze online gaan. Wat dat betreft, dan kunnen we gewoon heel langzaam naar hun toe gaan. Want waar is Daan namelijk? We hebben het natuurlijk al best wel vaak over gehad. In de bulletins. Het 10-jarig
bestaan van Elder Scrolls Online wordt gevierd middels een aantal feesten, een aantal evenementen verspreid over Europa en de rest van de wereld waarschijnlijk ook nog wel. En het eerste evenement, de kick-off, de première, die was in niks minder en niks meer dan halfweg. De Sugar Factory. Daan is daar 2 dagen geweest. Gisteren heeft hij de nieuwe uitbreiding gespeeld. Daar is hij vandaag dus een preview van aan het opnemen. Zodat je ook weet wat daar allemaal gebeurt. En hij is even dat evenement laten zien. Maar de bedoeling is ook dat hij ons eventjes zou laten zien hoe dat evenement eruit zat, live. En dat doen we dan met een telefoon. Ik hoop dat dat werkt. Het is natuurlijk wel binnen. Het is donker. Maar we gaan gewoon kijken of het werkt. En uiteindelijk zal die wel even naar buiten komen. Zodat we ook eventjes op een normale manier met elkaar kunnen praten. Want ik ben wel benieuwd. Vooral dat onbeperkt eten en drinken. Misschien is hij wel hartstikke dronken nu. Hij is aan het plassen. Hij is aan het omdat plassen. Omdat hij zoveel drinkt. Dat is het. We krijgen hij drinkt zoveel dat ze dan maar bij de prijs zit. Live mee dat Daan op dit moment aan het plassen is in halfweg. En wanneer komt Daan weer in items? Nou, Daan is pas geleden weer in items geweest. En hij zal ongetwijfeld ook binnenkort wel weer komen. Ook Daan heeft natuurlijk gewoon een andere baan daarnaast. Is onlangs in San Francisco geweest een week om daar te streamen. Vet, man. Ja, die jongens hebben het allemaal gewoon hartstikke druk. En die meiden ook. Daar heb ik dan ook gewoon mee te maken. Dus ongetwijfeld gaat hij binnenkort wel weer langskomen. Even kijken. Nou, wacht ik gewoon nog eventjes. Ik zit even te kijken. Heb ik nog een itemtje? Het is ook een beetje lullig om nou nog een cool of serious uncool erin te gooien. Of niet? Ja. Ik heb nog 4 minuten. Je hebt nog 4 minuten. Ik kan ook even een paar doen. We gaan nog even een paar cool of serious uncool doen. De eerste die ik wil laten zien. Ja, nou ja, Koos houdt ook van dieren. Volgens mij, jouw ouders hebben honden. Even kijken of we dat... Eén hond, ja. Ja, even kunnen kijken of we dat zien. Want ik denk ook dat de regie nu echt 100 dingen tegelijk moet doen. Misschien is dat even net even te veel. Nee, mijn ouders die halen altijd van die... Hazenwindhonden. Van die hazenwindhonden. Maar die redden ze uit Spanje. Oh, oké. Okay. Die worden daar doodgemaakt wanneer ze niet, de snelste zijn met hardlopen natuurlijk. Ja. Noem je dat hardlopen? Hondenrennen? Ja. Whatever. Ja, rennen, ja. En die redden zij iedere keer uit Spanje. En dit is de 5e of 6e die ze hebben. Dus. Oké. Okay. Ze zijn er. Oké, okay, nou ja, dan ik bewaar gewoon cool en serious uncool voor volgende week. Dat komt allemaal wel goed. Want we gaan dan over... Volgende week? Volgende week, ja. Fuck. Ik dacht dat we het doen nabellen. Nou ja, dat kan misschien ook nog. Maar jij moet ook nog een hele vette nerd culture opnemen. Ook met iemand in Australië, even in Mexico. Dus het is vandaag echt een internationale aflevering. We gaan gewoon eventjes naar halfweg. En dan gaan we kijken of Daan ook allemaal wel een beetje... Of een beetje zichtbaar is. Is die verstaanbaar? Is die dronken? Heeft hij het naar zijn zin? Vindt hij het helemaal kut? Ik weet het niet. Laten we even kijken of die in beeld is. Dat is Pascal. Dat is Pascal. En Pascal is vreselijk vastgelopen. Ja, ik denk dat het internet... Het internet loopt niet helemaal strak. Dit is dus een van onze stagiaires dus. Die op dit moment gewoon... Het is de stuntman van Daan. Zag je dat? die kan heel goed stilzitten. Nee, nou goed. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Jongens, het is live. Dit soort dingen kunnen gebeuren. Je moet ook maar net gewoon goede verbinding hebben. En als dat niet zo is, dan heb je gewoon een probleem. Wat ik al zei, we hebben dus in juni, en ik hoor van de regie wel als we weer terug kunnen, krijgen we dus 3 evenementen. In ieder geval, want ik denk dat er nog wel meer gaat komen. We krijgen Ubisoft, we krijgen Xbox en we krijgen PlayStation. Van Xbox hoorde ik al het gerucht Gears 6. En toen dacht ik bij mezelf, ik weet het niet. Daan beweegt. Daan beweegt. Gaan we gewoon weer naar Daan. Dat is een goed teken. Hij leeft. Hij leeft. Gaan we kijken of dat weer lukt. Ik bedoel, dit is een heerlijke chaotische einde van de week live. Ja, het is niet Daan. Het is weer Pascal. We willen helemaal niet. We willen geen Pascal. Daar is Daan. We hebben het nog niet. We hebben nog geen geluid. We tikken even. En draai die camera. Draai hem. Zitten ze ons nou te fokken? Ik weet maar van zo naar zo. Ja, nu hoor ik geluid. We kunnen beter even naar buiten. Ja, hoor je mij? Ja, we horen jou. Ja. Ja, daar is die hoor. Moet je even pleuris hard zetten en die camera moet even meebuigen. Ja, heb je de scherm op blok staan of zo? Want ik hoor natuurlijk bijna niks van wat jullie zeggen, hè? Dat snap je wel. Wij horen jou wel. Wij horen jou wel.
Even kijken. Zet ja. Harder ding. Harder, harder, harder. Ja. Oké, okay, wacht. Ik ga op een heel stil plekje staan. Want het is gewoon niet te doen hier. En ik hoopte mijn koptelefoon aan te sluiten, maar ja, Jasper, of, Pascal die heeft een iPhone. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal kut. Wacht, nu ga ik even proberen te luisteren, want ik hoor je niet wat jullie zeggen. Ja, we horen jou prima, dus vertel vooral over het event. Ja, maar wat, nee, geef ons eens een rondleiding. Oké, okay, ik ga jullie even een rondleiding geven. Allereerst bier, heel belangrijk. Ik zal even kijken, ja hoor, daar gaan we. We zijn hier bij de open, of tenminste, dit is de ontvangsthal. Hier hangt overal art en, Jezus, waar ik ook heel gek op ben, miniatuurtjes. Dus ik loop even een vlugge ronde. Kijk, allemaal art van Elder Scrolls Online door de jaren heen. Van 2014, 2015 tot 2024. Hier de meeste recente natuurlijk die eraan zitten komen. We hebben hier allemaal leuke eetstandjes. Waar wij met onze mooie media badge gewoon gratis eten kunnen halen. Dat is altijd nice. Dan loop ik even door een gangetje. Naar het volgende gebied. Zoals je misschien kan horen is er op de achtergrond een show bezig. Ze zijn allemaal met panels en keynotes en weet ik van wat zijn ze bezig. Hier hebben we een merchhoek. Hier kan merch gekocht worden. Ik ga even een heel klein stukje van de lijn skippen. Want hier kun je dus bijl werpen. Lekker druk. Hebben we net gedaan. Ik zal nog niet de uitslag verklappen, maar het één ding is zeker. Ik ben niet met alles onverslaanbaar. Kijk, Koos. Ik ging niet altijd even goed, bijlwerpen. Dan lopen we naar de hoofdzaal in de Sugar Factory. En dat is dus een hele grote oude suikerfabriek. Even kijken. En dan komen we hier. Dan denk je nog van, oh ja, dat is wel redelijk rustig. Kijk, hier kan je je sweet rolls halen. Maar hier is ondertussen, en misschien hoor je mij steeds minder duidelijk. Nee, we horen je goed. Is ondertussen de keynote bezig, of een panel. En het is sfeertje, het is fucking druk hier. Hier zaten net mensen al, ik denk, anderhalf uur à twee uur van tevoren een plekje te zoeken voor de keynote. En die hebben nu eindelijk een spot gevonden. Of tenminste, die keynote is eindelijk begonnen. En ja, die mensen zitten dus al een tijdje op te wachten. Dus kijk, hier kan je in het gastenboek wat schrijven. Dan hebben we ook nog een cosplayhoekje daar. En hier kan je, even eromheen, hier kan je je eigen potions maken in een alchemy class. Dit is wel jammer, want dat is nu niet bezig, maar die gaan straks weer knokken. Hier zijn dus gasten die, oh, er ligt er eentje slapen, dat is wel komisch. Het zijn dus gasten die elkaar de hersens inrammen met zwaarden. En dat gaat er gewoon echt keihard aan toe. Want die lopen gewoon te mappen met metaal. Het is gewoon metaal tegen metaal. Dus die kletsen elkaar helemaal om. En dat is fucking vet om te zien. Weet je zeker dat hij niet dood is? Wordt leer bewerkt. Nee, hoor dat niet. Dat is voor Pascal zijn lederhozen. En ondertussen ruikt het ook heel erg naar raclette. Want ze hebben van die gegrilde kaas die je best sterk door de hele zaal heen ruikt. Maar wat wel heel lekker is en wat wij straks waarschijnlijk nog even gaan chappen, terwijl wij ons biertje opdrinken. Aha. Natuurlijk gebeurt er ook nog het een en ander aan speelsessies achterin. En dat is het in een hele vlugge notendop zo'n beetje. Ik zal nu weer even naar een plek lopen waar het wat stiller is. Want dan kan ik misschien ook nog horen wat jullie zeggen of jullie nog vragen hebben. Er lopen ook trouwens genoeg bekenden hier rond, het hele dev-team zo'n beetje. Okay. Ook de meneer achter de stem van enkele iconische Elder Scrolls stemmetjes. Dus misschien dat we die straks nog even aanspreken. En het is gewoon een heel gezellige aangelegenheid. Het is druk, het is chill, mensen zijn blij. Mensen zijn hier natuurlijk allemaal voor hun gedeelde passie, namelijk Elder Scrolls Online. En ik denk niet dat ik een heel rustig plekje ga vinden, maar dat is wel een beetje een soort van wat er hier allemaal speelt. Nou ja, ja precies. Die zit hier ook nog. Ja. En dan gaan we nog even een biertje doen zometeen. Zou ik zeker doen, maar loop anders. Ik hoor wat jullie te zeggen hebben. Ja, ja, loop even naar buiten toe, want daar kunnen we jou goed verstaan. Als we gewoon eventjes bij de uitgang. Je kan straks hier naar binnen biertjes drinken. Maar er zijn wel wat aantal vragen ook vanuit de community. Ik loop met jullie mee. Yes. Naar buiten.
nog even langs mijn miniatuur fetish. Ja, dit ziet er heel lijp uit. Oké, ik loop even naar buiten. Ik hoor gewoon mezelf iedere keer. Die moet even weg. Sorry. Even kijken hoor. Ah, oh, het zonnetje schijnt er. Lekker man. Jongens, daglicht. Oh, je waait het heel hard. Hey, wat zeg je? Het waait lekker. Het waait. Het waait. Het waait. Het waait. Oké. Okay. Wat willen jullie horen van me? Wat willen jullie weten? Nou ja, wat is je indruk? Het is hier fucking nice. Het is hier druk, het is hier gezellig. Mensen hebben het naar een zin. Mensen zijn hier met een gedeelde passie. En ik heb ook het gevoel, ik weet niet, Koos die zal het vast wel herkennen. Net als met de Final Fantasy. Ik loop even achteruit, dan hebben jullie misschien minder last van de wind. De Final Fantasy Fanfest. De gezelligheid en de passie en de soort van de omarming die plaatsvindt binnen de hele community. Ja, dat is gewoon aandoenlijk en aanstekelijk vooral. En daardoor heb ik ook weer zin om het te gaan spelen. Mm-hmm. Want je hebt gisteren al mogen spelen met de nieuwe uitbreiding. Wat was dat? Ja, we hebben een stukje mogen spelen van de Gold Road Chapter. Dus de nieuwe uitbreiding. Nou ga ik natuurlijk het een en ander al vertellen in een previewtje. Jezus, het waait echt steeds harder hier. Horen jullie mij wel? Ja, ik hoor je perfect. Ja, hoor je prima. Ja, ik doe echt mijn best om het te blokken hier. Maar het speelt zich af in een gebied wat ik denk Oblivion spelers wel kennen. Uit de Skingrad is eigenlijk de hoofdstad van dit gebied waar het zich nu afspeelt. En daar gebeurt gewoon veel gekkigheid. En er is een nieuwe Daedric Prince en er zijn... Shit man, ik hoor mezelf niet eens praten met die wind. Wij horen jou prima. Gaat nieuwe skills en alles, dus ik heb er zin in. Oké, dat is vet, ja. En wat ga je vandaag dan nog allemaal doen? Ik denk dat ik nog één biertje ga drinken straks. En we zijn natuurlijk nog het een en ander aan het filmen, dus dat moet nog gebeuren. En ik hoop misschien toch één of twee mensen even aan te spreken om nog gewoon even wat vragen te stellen. Misschien wat liefhebbers die hier rondlopen te vragen wat hun favoriete momenten zijn van de afgelopen 10 jaar of zo. Mm-hmm. En dan misschien nog één of twee paneltjes meepakken als dat kan. Oké. Vet. Als je moet vergelijken qua drukte en opkomst met Final Fantasy Fanfest. Wat onderscheidt zich echt daarvan? Want dat leek ook wel iets heel speciaals met qua samenkomst van community. Met allerlei minigames natuurlijk. Nou, ik vind, laat ik het vooropstellen dat hier de locatie gewoon veel vetter is. Wel iets kleiner ook. Dus dit is wat knusser. Maar verder, ik denk heel veel mensen die hier... Ja toch! Ja. Voor de mensen die dus... Bachelor de Dingo! Ja, voor de mensen thuis die denken, wat de fuck gebeurt hier? Daan heeft zijn vrijgezellenfeest en we zaten in het complot allemaal. En... Ja, jongen. Ja, we zaten allemaal in het complot. Sorry, Daan. Maar het is gelukt. Op een of andere reden, nu horen we je echt helemaal niet meer. Oké. Keihard. Bam. Goed, terug naar de studio. Ook wel mooi om te zien dat de chat helemaal los gaat. Nee, we zijn helemaal niet goed! Nee, ja, wij moeten hem buiten houden. Precies, dat was het ding. Nee, het zijn geen protesten. Ik zat al te appen van, ja. hij is buiten, we zijn al aan het rekken. Ik ook, van waar zijn jullie allemaal? Nee, dit was inderdaad afgesproken werk. De bedoeling was inderdaad, dat evenement dat deed hij gewoon sowieso al. Maar vandaag is zijn vrijgezellenfeest en het weekend. Dat wist hij natuurlijk niet. Hè? Dat wist hij niet. En de bedoeling was dat wij hem naar buiten lokten. Want eerst wilden we die vrienden naar binnen, maar dat mocht niet van Bethesda. Dus we moesten buiten. En ik dacht al van fucking hell, het duurt nog wel heel erg lang. Maar ze hebben het echt met maskers en al gedaan. Dus ze zijn
Ja, Daan is te graas geworden. Die wordt nu meegenomen. En, ja, die gaat een heel weekend geleefd worden. Die gaat een heel weekend geleefd worden. Nu vraag ik even aan de regie of zij of Romee eventjes een linkje kan sturen van VMIX naar Jelle. Kijken of we Jelle dan vanuit Oeganda ook de studio in kunnen hengelen. Ja, around the world gaan we. Dit is helemaal ongelooflijk, jongen. We gaan van Tokio naar halfweg naar Entebbe. Vakantieman, gezellig, hè? Precies, jongens. Ja, wat dat betreft, we maken altijd wel leuke showtjes, vind ik. Zeker. Op de vrijdag. Vrijdag. Ik ga er maar eventjes nog geen gekke dingen doen. Nou, de bedoeling was inderdaad ook dat Jelle ook bij de party zou zijn, maar had gewoon een klus in Oeganda. Die komt, die zit daar dus nog. Die komt pas heel laat thuis. Dat wil je niet. Maar volgens mij, wat ik weet, het is in een huisje, hebben ze gehuurd. Ja. Ergens in Nederland. Ik denk dat er heel veel drank doorheen gaat. Zeker. En ze gaan ook nog wel wat dingen doen. Dus er zullen wat activiteiten zijn. Daan is niet iemand die stil zit. Laten we het hier niet over gaan hebben. Oh ja, dan gaat hij weet het niet. Voor hetzelfde geld zegt iemand het uit de community tegen Daan. Op DM, op Discord, wat dan ook. Nee. Hij komt er vanzelf lekker achter. Ja, die is, hopelijk leeft hij maandag nog. Ja, ik zat dan bij de uitzetten. Dan wilde ik iets met Daan doen. Ik dacht van, dat heeft helemaal geen zin natuurlijk. Want die is maandag gewoon helemaal naar de kloten. Die is maandag denk ik niet meer aanspreekbaar. Maar nee. Dinsdag. Waarom Jelle in Oeganda is? Gewoon werk. Ja. Nee, jij kan er een heel mooi verhaal over maken. Dat het zijn droom was om ooit Oeganda te bezoeken. Ja, nee, dat is niet zo. Het is gewoon, hij heeft daar een klus. Hij filmt daar wat. En best wel kort. Een weekje. Dus een paar dagen. Heen en terug. Ik dacht van, tijdsverschil. Maar dat valt allemaal wel mee. Dat is een uurtje of twee of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar dat komt omdat je gaat naar beneden toe. Dus je gaat niet... ja, Zuid-Afrika, toen ik daar zat, was volgens mij ook 1 of 2 uurtjes. Maar, ja, dus je hebt geen jetlag. Dus wat dat betreft kan je dat wel doen. En even kijken. Ik moet het een beetje... Jelle is er! Gezellig. Nou hoop ik wel op een hele vette Oegandese Afrikaanse achtergrond. Hij staat voor een witte muur, denk ik. Ja? Nee, hij zit op een fucking wreed resort. Is het zo? Ik hoop dat hij daar bij dat resort zit. Anders zit hij misschien nog wel op het vliegveld. Maar goed, gooi maar erin. Gooi hem maar in. Kijk! Yo! Hij zit gewoon bij het Victoria Meer, jongens. Hallo. Hallo? Hoi. Hallo. Hallo Jelle. Jelle aan de aarde. Oh, en hij loopt vast. Nee. Dit is de wifi is ietsje minder daar. De 5G in Oeganda. Ja, ik hoor hem niet eens. Maar dit is wel duidelijk Afrikaans. En inderdaad, dit meer, dat is een binnenmeer. Is een van, volgens mij, het grootste binnenweer ter wereld. Dit is het Victoria Lake. Dat is echt fucking huge. En zijn resort, het hotel waar hij zat, daar, dat lag aan het Victoria Meer. Hij keek hier gewoon pal over uit. Maar ik weet niet of dit gaat werken. En Jelle heeft inderdaad geen stagiair die kan helpen. Jelle maar goed, heeft ook geen stagiairs nodig. Die heeft ook helemaal geen stagiair nodig. Die kan dat allemaal zelf. Bij mij weten ging hij ook vandaag terug. Dus dit zou best wel kunnen dat hij nu al zijn koffers of zijn rugzak ingepakt heeft. En dat hij straks met een taxi naar het vliegveld gaat van... Nou ben ik de naam even weer kwijt. Het is niet Entebbe. Het is iets anders. We gaan straks nog even gewoon... We gooien nog een keer een linkje die kant op. En dan gaan we het nog een keer Probeer het gewoon nog een keer. Ja. Wist je dat... Oh, hij is er weer. Hij is er weer. Nou, dan gaan we het gewoon weer proberen. Wist je trouwens dat Oeganda het land was van Idi Amin? Nee, maar Idi Amin ken ik natuurlijk wel. Exact. En nu is er Museve, heet hij volgens mij of zo. Dat is ook een dictator. Dus het is echt... Ik zie inmiddels dat jullie zeggen... dat jullie me zien, maar niet horen. Ja, ik hoor je nu maar wel. Ik zit hier op Oegandese wifi. Dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet goed. Ik hoor jullie de hele tijd woordje break. Ja. Dus ik denk dat het internet hier te lang is. Maar mocht je mij woordje voor woordje kunnen horen, vertel wat je hebt gedaan en meegemaakt en hoe Oeganda is. Dus even kijken, hij is allerlei dingen hij aan het doen. Hij is tegelijkertijd Candy Crush aan het doen. Hij is gewoon Candy Crush aan het doen, inderdaad, ja. En wie weet, als ik hem app, wie weet lukt dat dan wel. Even kijken, Jelle kunt. Ja, goeie. Ja, up. Moet je wel korte zin, want ik krijg alleen de preview te zien. Vertel wat je hebt meegemaakt. We horen je ook. Hoppakee, we horen je. Ja. Het lijkt er inderdaad op dat de Oegandese
wifi niet dezelfde kwaliteit heeft als de wifi in Tokio. Want die was echt fucking flawless. Ik moet ook zeggen... Ja, jammer dat de wifi niet doet. Want we hadden echt 5 Oegandese die hem zouden ontvoeren. En, ook nog eens een keer live inderdaad. En hem ook een wild weekend zouden bezorgen. Maar het is wel verbaasd. Want je had het laatst ook over dat tegenwoordig met die 5G allemaal... Dat IRL, toen wij dat 5 jaar geleden daar deden in een evenementenruimte... was dit. En nu... halfweg was flawless gewoon, weet je wel. Ja. Geluid was ook prima, zonder mic. 5G is over het algemeen niet echt 5G. Dat is gewoon een bijna rebranded 4G. Dat is niet de 5G die ons beloofd is. Dat vind je echt maar in heel weinig stukjes. Hoor we die, Jelle? Ik hoor maar geen 4 Marriott Hotel. En het is gewoon niet snel genoeg. Nee. Ja, we horen je. Dus we horen je wel goed. Vertel gewoon wat je hebt meegemaakt. Ik zit hier in ieder geval met een Oegandese hele grote cappuccino. En hier achter zie je de evenaar. Wat heb je gedaan? Ik hoor jullie in ieder geval met minuten vertraging. Dus ik denk niet dat dit gaat werken. Oké. Dus dat kan hierbij moet laten. Oké, prima. Nou... Dat was dan in ieder geval, hadden we ook nog een stukje Oeganda in de uitzending. Ja, die pakken we er gewoon even mee. Goed, hij moet natuurlijk buiten het resort. In het resort zal het wel goed zijn, maar de wifi is daar denk ik gewoon hartstikke duur. En ik denk dat hij ook een abonnement heeft zonder onbeperkte data. Want dat slurpt natuurlijk helemaal. En Jelle heeft er altijd zin in. Had zeker graag willen vertellen. Maar dat moet je dan even wachten tot maandag. Brieven maandag. Zeker. Dan zit hij erbij en dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Eigenlijk wil ik dan ook wel gewoon eventjes de boel afsluiten. Want we gaan straks... Ja, doen we even minimaal 3 coole series aan. Drie stuks. Ik heb me er zo op zitten verheugen. Oké, doen we dat eventjes. 3 stuks. Even kijken. Ik hoop dat er... Ja, de regie is ook al even klaar. Nee, we hadden het dus over die hondjes. En je bent ook een liefhebber van Final Fantasy 7. Ik weet nu al wat. Ja, hier, daar zijn ze hoor. Oh nee, toch niet. Dames en heren. Oh, dit is leuk. Kijk, je kan zo'n zwart voor je hond. Nee, ik dacht dat je iets heel anders ging laten zien. Hoe heet het? Je hebt in de game heb je een hond. Die heet Red 13. En die rijdt op een chocobo. En het ziet er echt zo debiel uit. Okay. Ik dacht dat je ging vragen of dat cool, seriously uncool was. Maar dit... Ja, cute toch? Ja, het is cute, ja. De honden van jouw vader en moeder zijn net even te groot hiervoor, want die vreten het waarschijnlijk. Ja, maar die zou wel zo'n bandana om de nek dragen. Oké. Dus dit is wel een soort van cool, inderdaad. Ja, even wel. Kijken, wat hebben we hier? Deze is ook wel grappig. Ik zat hem even nu en dan wacht ik even tot hij in beeld is. Kijk eens even, dit zijn wel monitors. Bam! Oh, een Shrek monitor. Ik heb deze verkocht, deze monitor. Jij had een Shrek monitor? Verkocht. Nee, okay. Zeg maar, ik verkocht tv's. En deze hadden we. Deed hij het goed? Nee, veel te duur wat je ervoor terugkreeg. Oh, wat kostte het? Weet ik niet meer. Maar gewoon oprecht veel te duur voor wat je ervoor terugkreeg. Dus nooit wat meegedaan of iets. Maar super uncool. Want het is alleen cool wanneer Shrek net uitkomt of zo. En dan een jaar later. Ja, het is misschien leuk voor kleine kids of zo. Maar ik zou zelfs geen Star Wars TV willen of iets hoor. Nee, dat heb je wel een punt inderdaad. Van dat allemaal... we hebben natuurlijk te maken met AI steeds meer. Met AI kun je allerlei dingen veranderen. En is het zo dat bij Amerikaanse sportwedstrijden hebben ze altijd zo'n cam. Weet je, de kiss cam of de dance cam. Nu hebben ze die cam, maar daar hebben ze AI over gegooid. En die zorgt ervoor... ik heb het gezien. Ik vond dit zo... Fucking cool. Zo ontzettend goed. Dit was zo vet. Dit was zo vet. De Indiana Pacers, die brengen LA Laker fans in beeld met een hell fucking face. Fucking cool. Breng maar de fans van je tegenstander in beeld. Maar het lijkt alsof dit wel gewoon in LA is. Dus eigenlijk is het fout gedaan. Want eigenlijk moet je dit bij de uitsupporters doen. Maar ja, dat is niet echt een dingetje in Amerika natuurlijk. Nee, je ziet wel Pacers, Lakers. Nou, Laker fans heb je overal. Maar dit vind ik wel echt fucking grappig inderdaad. Maar het ziet er ook gewoon zo tof uit, weet je wel. Het is bizar dat gewoon kan. Ik vind het heel vet gedaan. Insane.
Vet. Ik heb geen idee wat Daan hier bedoelt. Nee, hey, what the fuck guys, geen item previewtje, geen tour over de vloer. Maakt niet uit. Wat? Nee, is allemaal goed. Daan, je moet gewoon lekker nu gaan feesten. Dat komt allemaal goed, Daan. Ik snap het wel, ja. Even kijken, wat heb ik nog meer? Even kijken. We gaan er even een paar doen. Jij hebt dan een neefje van 5 waar je vaak mee op stap gaat. Zeker. En, ik zie ook wel eens dat je een Vitesse of een Nike-shirtje. Maar ja, goed, dit is kinderkleding, dames en heren. Volgens mij voor de dames van Minecraft. Leuk als je kinderen hebt. Verschrikkelijk. Ja, hè, dit is toch echt, dit is niet cool. Nee. Nee. Verschrikkelijk. Alleen dat zwarte met, wat is Justice dan? Minecraft Justice. Is Justice zal waarschijnlijk het kledingmerk zijn. Dat denk ik ook, ja. Nee, absoluut. En Daan moet sowieso weg uit die chat. Die moet gewoon volledig, doe je ding daar. Gezelligheid. Ja. Je hoeft niet meer te werken. Het is helemaal geregeld. Het is geregeld. Bam. Oké, deze is dus inderdaad niet cool. Even kijken. Ja, ik zoek eigenlijk eentje. En dan weet ik van zeker van dat Koos daar echt helemaal lijp van wordt. Ah ja, deze is ook wel fucking breed hoor, jongens. Je hebt in Call of Duty heb je, als je iemand te grazen neemt, gewoon dan heb je een soort van kill filmpje. Ik weet niet hoe je dat, killcam. Er is een nieuwe bij van Cheech and Chong. Ja, ik vind deze echt fucking bruut. Keihard. Ik vraag me alleen af, kan dit? Blijft dit in die game? Want dit is natuurlijk gewoon, kan dit? Het is marihuana roken. Ik bedoel, het is een Amerikaanse game. Je knalt fucking koppen eraf. Ja, dat weet ik. Maar dan zijn ze altijd van drugs en blote tieten kan niet. Je knallen wel. Mensen dood, je knalt koppen eraf, je steekt ze neer. Maar een huis van de Jonko, dat gaat te ver, hoor. Nou ja, nou, maar dat is Amerika natuurlijk. Hè? Ik bedoel, blote tieten kan ook niet. Maar ik vind dit wel echt een hele lijpe. Ik vind het heel vet. Deze is wel leuk. Hier zou ik dan nog wel voor willen betalen. Weet je? Als je dit voor, weet ik, voor €2,50 of prima, weet je. Dit vind ik dan wel grappig. Cool. Super vet. Even kijken hoor. Waar was nou die ene? Want dat is mooi om af te stoppen. Nee, dan deze bewaar ik nog even. Ik zoek even die ene, jongens. Sorry. Hij kost 20? Wat kost 20? Ja, die prijzen in die 20 euro. Die ja, maar dat is dan toch gewoon de battle pack die je dan koopt? Daar zit dan dit bij in? Of is het €20 voor alleen deze skin? Wow. Ik hoop van niet. Nee. Ja, dit is wel lijp. Hier gaat de Koos. Het is altijd leuk om veel geld te hebben. Maar deze man, het is een Japanse miljardair. Die heeft gewoon zijn eigen. Ik heb deze gezien, joh. Ja. De Formule 1 track heeft hij gebouwd in zijn achtertuin. Het kan niet slechter zijn dan de fucking Formule 1 race van Miami of zo. Nee. Dus het ziet er best wel vet uit met hoogteverschillen. Ik denk niet dat het een heel snel circuit is als ik het zo bekijk. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen. Je rijdt met een kart overheen, denk ik, toch? Nee, dat hoeft niet. Zou je hier dan wel elke dag een paar rondjes rijden? Of is het net als met een zwembad? Ik zou heel graag een zwembad willen hebben, maar na 2 maanden gebruik ik het niet meer. Ik denk, nee. Als je hier geen officiële races op organiseert, why would you? Weet je rijdt die circuits om beter te worden, maar dit is je eigen circuit. Hier rijdt niemand op. Dus wat is het punt om beter te worden op dit circuit? Ja, je kan beter worden in de autoracen, maar nou ja, goed, hij heeft natuurlijk maar wel, als ik money the blow had, sorry. Ja. Als ik echt money the blow had en weet je, fuck it. Leg even, het maar aan. Laten we nog even dan als laatste. Ik weet niet of we deze foto nog even kunnen zien in beeld. Want dan mag Koos ook zijn ride voor de dag. Easy. Ja? De voorste, de Ferrari F40. Dat is hem, hè, toch? Ja, Ferrari F40. Fuck yeah. Verdomme. Die heeft je dan ook nog eventjes. Hardste fucking sportauto ooit gemaakt. Staat wel midden op de weg. Rijdt voor geen meter. Maar je ziet ook wel gelijk hoe smal inderdaad het circuit is. Ja. Ik bedoel, het is anderhalve auto breed. Het is heel veel remmen. Dus dat is dan wel weer, dat is typisch met Nederland. Mensen die een hele dikke, vette sportauto kopen. Je hebt er in Nederland eigenlijk helemaal geen hol aan. Je mag nergens hard rijden. Veel te veel bochten. Kut bump. Hoe heet het nou? Van die, die vluchtheuveltjes. Of die hoe heet die dingen nou? Drempels, weet je wel. Waar je sporen van kapot gaat. Dit ook. Dit is niet een circuit om heel hard op te rijden. Maar goed, het is wel leuk. Als je money to burn hebt, dan kan het. Zeker. Goed. Zeker. De locatie ziet er fantastisch uit. Ja, nee, lijp. Dat was hem. Einde van de week. Vrijdag. Mede mogelijk gemaakt door MSI. En deze week dus de Bravo 15. Dat is een hele fijne instap gaming laptop. Met een 450 aan boord. En een AMD Ryzen 7. Nu. Deze week te koop met €500 korting bij bol.nl. Tegenwoordig mag je niet meer zeggen bol.com. Het is nu bol.nl, toch?
Dat is een logo. Is nu een puntje erachter. Of is het alleen maar bol? Ik weet het ook niet. Ik dacht misschien weet ik ook zoveel, maar goed. Geen idee. Nee, dat is nieuws voor mij ook. Nee, absoluut. Het linkje kun je weer vinden in de chat en anders gewoon bij de tekst, bij de podcast en bij de video. Ik wens jullie allemaal hopelijk een lekker broeierig weekend. Want het gaat morgen barbecuen. Ja, lekker gewoon feesten. En wij gaan hier nog wat toffe nerdculture dingen opnemen. Die kun je dit weekend allemaal weer zien. En maandag, brievenmaandag, dan zijn we weer live met, als het goed is, Jelle erbij. Fijn weekend iedereen.